De angst is de angst voor de onbarmhartige naaktheid waarin alle dingen komen te staan. Liefde, vriendschap worden ontluisterd. Men staat stervend in een stervend landschap. Ieder op zijn eigen plaats. Het is niet te dragen, dit beeld. Ik vroeg aan Mischa, kan je over zo'n compositie praten? Toen zei hij, nee. Was voor dat moment het materialiseren van dat onbehagen, geloof ik. Plus nog een aantal andere dingen. Het is een simplificatie, als ik er op die manier over praat. Maar het gezuur van de herinnering, van voortdurend terugkerende vraag. Nou, wat is dat nou voor onzin? Hoe komt dat nou? Wat moet ik daarmee met dit onaffe verhaal? Ik ben nog na afloop van de begrafenis in jouw auto naar de stad gereden. Er zaten nog een paar mensen in. Ik dacht dat Fred Wessels er ook niet zat toen in die auto. En ik herinner me dat jij in die auto al reeds opmerkingen maakte in de richting van dat je dat zo bijzonder vond dat je daar wel film van wou maken. Tibby! What a joke! Waar woonde hij voordat hij bij Ruig woonde? Bij Ruig? Op de Kosterkade, in dat tuinhuisje. Waar woonde hij daarvoor? Bij Rick in de Marnixstraat? Dat kan, ja. Oh, dan weet ik het wel, weet ik het wel. Schat, het is 17 jaar geleden, dat weet 14. Ik niet. 17. Ik ben ouder dan je denkt. Makkers. 17. 60. Wat heeft hij nog meer? Nog muziek? Muziek heb je niet? Nee, heb je niet. Ja. Heb je die nog bewaard of niet? Alle dieren hebben holen. De bloeddorstige despoten. Ook de kleine felle rovers. En de grote zwervels. Was met Henk van Ulzen. Ja. En Jobs van Zuilen. Ja. En Ramses Shaffy. Ja. Dit is allemaal Hans. Al die fotootjes is Hans. Hoe komt het dat jij zo ontzettend veel foto's van Hans bewaard hebt? Want dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik heb er erg veel toen ik moest zoeken. Toen moest de liefde toch al diep zitten. Ja, nou, dat weet ik niet. Ik denk het ook, ja. Over Hemingway hadden ze het, over hoe die schrijver zich een eind aan zichzelf had gemaakt. He? En toen heeft hij een jachtgeweer van de muur gehaald, bij Ramses Shaffy, op dit vuifje. En toen is hij daar, weet ik, in dwarsstraat, heeft hij die aan zijn mond gezet en afgeschoten. Dat is een verhaal wat ik gehoord heb. Maar of ze nou, ik was er niet bij en ik weet ook niet of het waar is. Want ik heb ook nog een ander verhaal gehoord. Dat hij dus daarbij die straat daar bij de Vondelpark in het Souterrain, daar ben ik wel eens geweest. En dat hij daar dus een revolver
aan het hoofd, het laatst. Ja, ik weet het ook niet, weet je wel. Het lijkt me dan voor Hans vreselijk dat hij nou niet bepaalde dingen kan rechtzetten die wij beweren en die ja, misschien en anders die waren. Zijn. Dat moet voor hem vreselijk zijn, hoor. Ik heb ook het gevoel dat hij zo, dat hij daar staat en zegt... Dat hebt u fout. Dat is niet waar. Ja. Zo is het niet of zo was het niet. Of dat is gekleurd of... Ten eerste grijp je terug in een herinnering van... Wat is nou, 25 jaar geleden? Ja. En ten tweede... zag je het ook toen van jouw kant dus gekleurd. Ja. En niet van zijn kant. Dus dat er van de werkelijke waarheid langzamerhand veel afgeknabbeld is... op die manier... is natuurlijk wel logisch. Nou ja, dat is nou jouw kant. Jij moet de essentie eruit halen, hè? Alle kleurtjes moeten er vanaf. Het plotseling ondervinden dat het aardse leven alleen verval is. Alles is duisternis. Er is geen uitweg. Alles wat mij vroeger zo mooi scheen, is ontmaskerd. Nog een paar goede werken en dan zal ik een eind aan mijn leven maken. Nou, ik bel meteen PG op en de zuster. Ik zeg, zuster, ik ben de moeder van Hans van Zweden. En wat is er met mijn zoon? Zegt u het maar, ik kom direct naar u toe. En toen kwam de hoofdzuster. En toen zegt ze, zou u nog wel komen? Zou ik nog wel komen? Ik zeg, hij is toch niet zo erg? Toen zegt ze, nou, komt u maar niet. Ik zeg, is hij dan dood? Toen zegt ze, ja. Nou, ja, er slaat iets in je. Er slaat. Dat is niet na te vertellen, want ik heb altijd gezegd... Toen ik in die gang stond, want we hadden die telefoon in de gang... Toen dacht ik alleen... Alles is dood op de wereld. Alles werd zo koud. En toen ben ik mijn geur kwijtgeraakt. En ik huilde niet meer. Ik liep alleen, oh, mijn kind is dood. Mijn kind is dood. En toen heb ik mijn broer opgebeld. Die zei, oh, Christus, wat verschrikkelijk. En dan kwam mijn schoonzusje zo gillen. En toen liep ik maar heel hard door die gang. En toen denk ik... Ik dacht alleen, alles is dood. Er zijn geen bloemen meer. Volgens mij in jouw oude studiootje. Op jouw oude pianootje. Je hebt het voor het eerst gespeeld in de Alexander Kazerne. Exact, ja. In Den Haag. In Den Haag. Ja. Als je het nu hoort. Ja, representatief voor je piano is het. Ik vind het ontzettend leuk dat je die opname gemaakt hebt. Er is verder geen opname van, dat weet ik.
Hans is in 1939 geboren. Waar was dat? Ja, dat was, geloof ik, in de op de Slotenweg dat we daar woonden. In de Walbeekstraat, als ik het goed heb. Van Walbeekstraat was dat. Thuis. Dat was ook in, ja, dat was thuis, ja. En het zag, ja, het was van Walbeekstraat. En daar is hij geboren. En dat zie ik. En er was een, de jongen was 9 pond. Dat was een wallen van een kind. Dus dat is. En dan kwamen er vrienden van hem. Dat was boven de Zoete Inval, weet je, op die tweede verdieping. Daar is een kamer. Ja, ik dacht dat Hans populairder was bij mijn vader dan ik dat was. Begrijpelijk, hij was jonger. En deed gewoon dingen die ik nooit had gedaan. Hij was een goede leerling. Hij was intens met alles wat hij deed. Maar toch viel hij wel op om de doodeenvoudige reden dat je van hem had verwachten. He introduced a notion of sort of coolness, which was avant-garde in the 1950s in England. In Zuid-Engeland. Hij heeft daar ook een jaar op school gezeten. Waarschijnlijk ongeveer hetzelfde meegemaakt als ik. En hij had hetzelfde vriendinnetje. Dit zijn allemaal oefeningen van het conservatorium. Het is echt studiewerk. Hij heeft daar dus toch nog iets gedaan. Ontslagen wegens gebreken. Met ingang van 08-06-59. Dat hij ook schitterende verhalen geschreven heeft. Behalve dat je hem dus erg achterna moest zitten. Maar die muziek was, vond ik zelf erg mooi. Shall I warm you? And it's beginning to get also a sort of human warmth into it as well. As if he was searching for a human warmth. Dat hij met een stukje hash naar de politie is gegaan en dat hij hem niet wilde opsluiten. En dat hij toen heeft gesmeekt om hem op te sluiten omdat hij van de hashverslaving af wilde. Hij wou er vanaf. Hij wilde schoon schip, maar dat is toch een mooie oplossing. En je merkte zo dat hij zo ontzettend vast zat, dat er zoveel, dat alles werd een probleem. Dus ik bedoel, als je over een pinda had, werd die pinda een probleem. Hans is not alive anymore. What happened to him? He shot himself. Yes, I'm not at all surprised. When did that happen? In 1963. Ach, het is niet echt van enig belang. Meer gewoon. Graf zien, ja. Ook anekdotisch. Jij verleidt mij voortdurend tot anekdotes. Omdat het pakket anekdotes natuurlijk toch mee bepaalt wie er hier onder die steen ligt. Ja, en wat er aan de hand was. Ja, goed. Wat was er aan de hand in die tijd dat die politieagenten daar stonden te fotograferen? Mag je zelf weer de antwoorden op verzinnen? Graag. Ik ga nog even stiekem op. Dan weer vergassen. Ik zal niet vertellen wat er aan de hand was in die tijd. Ik heb bereikt, ja. Als arbeider heb ik wel wat bereikt. En dat voel ik van mezelf, zonder op mijn borst te kloppen. Maar ik heb ervoor gewerkt. En ik heb ervoor ellende meegemaakt, maar ik heb er wel voor gewerkt. En ik ben niet zoals velen die vergeten waar ze vandaan zijn gekomen. Dat mijn ouders, mijn vader een arbeider was, daar ben ik trots op. Want ik zeg meer dan één keer, ik wou me naar mijn ouders nog meemaken dat ik in een grote wagen kan rijden enzovoort. Wat vroeger niet het geval kon wezen. Ik zou vreselijk graag iets willen creëren, willen schrijven en zo. Ik heb ook iets geprobeerd te schilderen, maar dat is helemaal niets. Maar dat wist ik nooit. Dat wist ik tot op 5-6 jaar geleden niet. Het was helemaal erg vaag. Gewoon met plezier achterna rennend. En het allermakkelijkste het wat zich voordoet achterna rennend en vastpakkend. Dus reisleider stond advertentie in de krant. En reisleider betekent dus associatie verre landen, vrouwen om je heen, centrale figuur zijn. En dat bleek ook wel voor een deel te kloppen. En dat pakte ik en dat kreeg ik. Maar er was geen conceptie aan vooraf gegaan. Dat had ik niet voor op school voor
op school gezeten. Ik heb er 10 jaar over moeten doen. Toen ik een kind kon berusten, 10 jaar. Ik kon er niet overheen. Ik dacht altijd alleen aan Hans. We gingen altijd veel naar de kerkhof. Dat die directeur zei, mevrouw, dat moet u niet doen. Dat heb Hans. Dat zou u zo nooit gewild hebben. En dat was wel heel verstandig wat die man zei. En dat heb ik gedacht, ja, dat zou Hans nooit gewild hebben. Dus toen ging ik er dan zo'n keer op 3 in de week naartoe. Nu ga ik er met speciale dagen. En soms denk ik, ik ga naar Hans toe. Dat idee, dat het nog altijd, ja, en dat is Hans nog. Het is natuurlijk kinderlijk, maar het is... Ik vind het een verplichting om dat graf bij te houden en dat het mooi eruit ziet. Als ik wilde roepen, hier ben ik, hier is Hans van Zweden, dan werd mijn keel dichtgeknepen. Vader, moeder, probeerde ik te roepen, maar tevergeefs. En zo iedere nacht, en de volgende nacht, en alle nachten. Ook mijn stem was onzichtbaar, onhoorbaar. En zelfs mijn adem, ook mijn adem was gestorven. Ik lig met hernia. Maar het gaat erg goed. Ik ben er volgende week weer uit. Het is de tweede keer dit jaar. En het is een kwestie van plat liggen kuren. Heb jij het nu gemaakt? Nee. Ik zou niet weten wanneer die dag aan moet breken dan. Ik vind het totaal onbelangrijk. Ik zou niet weten wat voor een deadline dat is. Dat je voor jezelf kunt zeggen, ik heb het nu gemaakt. Dat lijkt me dat je dan inderdaad meteen dood moet gaan. Ik geloof dat, dat als je leeft, dat je dan... alles wat je meemaakt, wat het dan ook is... dat je dat niet zou kunnen missen. En dat is gewoon leven. En als je dood bent, is het afgelopen. Toch? Hij zoekt toch zelf, schat? Ja, maar ik zoek die heen. Dan is het natuurlijk net niets. Zo, moet verroesten niet op dan. Ja, waar is verroesten? Bolle, kom eens. Muzieke. Kom eens hier. Kom eens, poepeke. Kom eens, bent je. Kijk, je bent dus zo'n mooie hond. Jij bent bij de baan. Was je zielig? Die hadden dat net voor het eerst meegemaakt, zo'n seance waar zo'n glas beweegt naar letters toe, weet je wel, en dan een boodschap vormt. En die zei, dat zullen we ook eens doen, ik had het nog nooit gedaan. En zei ze, maar dan moet jij zeggen, er moet iemand een medium zijn, die wel dood is, maar nog een beetje in de buurt is. En toen zei ik, nou, Hans van Zweden. Dus toen moesten we Hans eerst oproepen van, ben je er? En die, op een of andere manier zei ze, ja, hij is er nu wel, want er gebeurt wat. En toen zei ik, nou, het was voor mij ook net een, nog een erg nare tijd. Een vervelende tijd, een moeilijke tijd. Ik zat in de put. En toen heeft dus Hans de boodschap gevormd. Dat zei dus dan, die ging van letter naar letter. En toen kwam er uit, en dat vind ik zoiets ongelooflijks. En dat heeft me eigenlijk verder geholpen. En toen kwam eruit zoiets van, precies, ja, treur niet, de liefde komt. Dat kwam eruit. En nou ja, dat denk ik dan nog wel vaak aan. Hij weet het erboven. En toen heb ik dus Cheryl ontmoet. En toen ben ik daarmee getrouwd. En nu? En? En nu? En nu ben ik hertrouwd, dus al sinds 16 jaar, hè? Met Bob. Die met de baard daar op de foto. En dat werkt? Ja, waarom niet? Dat moet wel, hè? Je kunt niet eeuwig blijven veranderen. Huh? Dat is, er zijn ups en downs, maar dat is geloof ik overal zo. Vind je jezelf een burgerlijke tut? Dat kan best, ja, maar daar ben ik heel tevreden mee. Ja. Waarmee? En met dat huisvrouwtje, kinderen, hond... buurvrouw. Ja hoor, daar ben ik heel tevreden mee. Dat zat er dan al in, denk ik.
Yes. This is Sean, 7. This is Esther, 18 months. And... Your husband, John? Age 32. Age 32, though he thinks he looks 29. Well, everybody thinks he looks 29. Ja, stukken van mijn vader, hè, die mijn vader voor me geschreven heeft. Maar daarnaast zijn die stukken van Hans van Zweden iets wat met mijn leven te maken heeft. Niet met concerten geven, optreden enzovoort, maar gewoon, dat is een stuk van je leven. Nou, dit was de laatste grote slag vorig jaar in Amsterdam. Ongeveer 22 kilo. Als u de verhouding ziet met een luciferdoosje, wat een partij ellende af je hier hebt. Partij heroïne nummer 3. En dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ik heb mijn 3 kinderen echt alleen opgevoed. Ik heb me maar nooit veel gezien. Je ging naar de school als er problemen waren, maar had daar nooit geen tijd voor. Hoeveel overuren maakte je wel in een maand? Nou, het is gewoon verschrikkelijk. Hoeveel kinderen heeft u? Ik heb er 3. 2 zoons en een dochter. En een kleinkind sinds kort. Ik was in die tijd, persoonlijk was ik hard. Ik ben nu veel emotioneler. Als ik nu naar een begrafenis ga van een collega of van een goede bekende van me, dan gebeurt wel eens de kist dat ik de tranen in ogen krijg. Toen die tijd niet. Ik heb geen tranen in ogen gehad toen mijn vader en moeder begraven werden. Met je zuster wel? Bij mijn zuster wel. Ja. Toen begon het bij jou eigenlijk. Maar ik was in die tijd was ik behoorlijk hard voor mezelf. En ook, nou ja, ik was niet emotioneel. Nu wel. Een harde staatsburger. Ja. Harde politieman kan u wel zeggen. Harde politieman. Ja, dat is heel goed. Tenminste, hard. Nee, ook weer niet waar. Want ik heb altijd getracht in de misdader eerst de mensen zoeken. En daarna de misdader. Ik heb toch ook een heel mooi geboortebewijs van je. En wat doet ze? Ze laat er het dagboek achter. En ik wist zo weinig van René en ik ben in dat dagboek gaan lezen. Toen stond erin, hoe haalt ze het in haar hoofd dat ik dat fijn moet vinden dat ik op een papiertje sta. Hè? Je hoort in een trouwboekje te staan. En daar hoort ook de naam bij te staan van je vader. Hoe haalt ze het in haar hoofd dat ik daar trots op moet zijn? Maar ik geloof in een terugkomen op aarde. Daar heb ik nou eenmaal dat geloof. En dat troost me bij de gedachte dat ik dan naderhand weer de vrouw zal terugzien die ik lief heb. Dat je zo, als wij nu 58 jaar bij elkaar zijn, dat is wat. Over 2 jaar ben ik een unicum, 60 jaar getrouwd. Ja. Dus jij ziet Hans ook weer terug? Ja, dat denk ik wel. Dat is best mogelijk. Het zoeken, ja. Het zoeken heb ik gestimuleerd. En vanaf dat moment dat ik me gerealiseerd heb dat ik niet ons lieve neer ben die in staat is om een karakter te veranderen, maar dat ik alleen maar kan begeleiden, heeft het me geen desillusies meer gegeven. Dat accepteer ik. Ik ben zeker heel wat bescheidener geworden dan ik in de beginperiode was. In de beginperiode toen meende ik dat ik heel veel kon doen. Je kan ze wat warmte geven, ja. Maar verder niks. Nee.
mijn probleem, ja, het enige echte grote probleem, dat is mijn kinderen. Ik. En dat weet ik niet. Het enige is dat ik gewoon ontzettend van ze hou. Maar ik kan niet iets meer voor ze doen. Ik blijf er alleen ontzettend op vertrouwen. Dat ze zelf ook door een niet zo bijster leuke periode heen aan het gaan zijn. En dat het straks waarschijnlijk hopelijk prima mensen zijn. Ik heb voor zover ik me bewust ben altijd ontzettend graag willen reizen. En die manier van leven vind ik gewoon erg lekker. Elke dag nieuwe dingen zien, andere mensen. Mooi, ruim. Ik heb hier in Nederland heb ik altijd voor de klas gestaan, de meeste tijd dan, en druk. Waardoor ik helemaal niet meer aan mezelf toe kwam meestal. En daar in Afrika is alles, niet alleen Afrika, ik neem aan ergens anders ook, zo relaxed dat je meer aan mensheid toekomt. Meer gewoon aan leven. Ik heb nu een bedrijf opgericht, een verpakkings- en transportbedrijf. En daar ben ik directeur van. En vrouw en kinderen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, heel belangrijk. Ja. Mijn grootvader staakte gewoon voor een vijfdaagse werkdag. En ja, niet te vreten voor brood op de plank en sociale zekerheid. En je ziet gewoon dat die maatschappij nu op een andere manier slachtoffers maakt. Dat is er. Je sterft niet aan de kant van de weg meer. Maar je wordt gewoon van eenzaamheid kom je om. Omgeven door allerlei elektronisch speelgoed. Wat toch niet goedemorgen tegen je zegt. Als je op je 20ste verdomme een baan neemt en je zit bent verdomme computerman. Of wat heb je voor klote jobs vandaag de dag? Monotome automatische kankerwerk, waarvan je nooit het eindproduct ziet, waarin niets ziet van jezelf, deze ponskaart is van mij, nee. Dan denk ik van, je weet niet meer wanneer de mensen doodgaan. Ze zeggen wel 80, maar waar is de enige manier van vrij leven, vrije uitwisseling? Het is nog steeds het gevecht. De generatie van Gino moet weer er tegenaan en die zal op voor ons schokkende manier zich gaan manifesteren over 10 jaar. Het is wat, vooral wat mij betreft wat meer bourgeois geworden, wat gesapiger. En ik heb andere dingen leren waarderen. Prima relatie opgebouwd en een kind zien opgroeien. En zo is het ook goed. Het is misschien niet meer zo helemaal op de toppen. Het is er misschien vlak onder. Laten we zeggen, het is zo, subtop. Maar het gaat zijn gangetje en ik dreig een wat tevreden burger te worden, ja. De korte vorm die ik doe, dat is de Yang-stijl van Cheng Manxing. En dat is de korte vorm, hè, en daar doe ik nu de helft van. Ik gebruik helemaal geen drugs. Nooit. Maar je rookt nooit. Wel. Ik rook een jointje af en toe. Weet je wel, de gezelligheid. Jij toch ook, iedereen. Het is Hollands. Heb je? Het is Hollands.
Hier mag het ook. De in hele België, wereld weet het. Net in Holland, België niet. Dan mag het. Dus ik doe niks illegaals meer. En ook niet legaals meer. Ik doe helemaal niks meer. Geen administratie ook meer. Ik kan niet meer maken. Dit is helemaal, wat mij betreft, een rare opdracht die ik als klein jongetje van mijn vader heb gehad. Weet hij ook? Ja, mijn vader leeft nog. Heb jij goede contacten met jou? Nou, ik ben zoals velen een regelmatige, maar toch ja, altijd een beetje zuigende gevoelens geeft het, hè, van 14 dagen geleden moet ik weer, weet je wel. Het is moeilijk hoor, generaties. Afgrijzelijk, die slag wordt nog steeds gestreden, joh. Tot op hoge leeftijd gaat het door. Slag van misverstanden tussen de generaties. Ik bedoel, ik leef dus gewoon bij de gratie van mijn moeder, hè? Nou. Dus ik ben nog altijd niet zelfstandig, hè? In die zin dat ik het zonder haar kan stellen, zodat ik haar het gevoel kan geven dat ik nou ben waarin dat je dus mens bent geworden. Dus in die zin dat je jezelf hebt gevonden, laten we zeggen, weet je wel. En dat je dus gewoon functioneert, dat er geen angst in je is. Hoe oud ben je nu? 43. Maar ik ben nog altijd bang. En weet je wel, het leven, dat lijkt nog steeds niet op wat het eigenlijk hoort te zijn. De burgeroorlog in mijn bloed en de hongerwinter in mijn maag, de bibel in mijn ingewanden en van de liefde alle standen, met Provo door de Jordaan, met Sigma hoogseizoenen en trips, meerdere malen trips, vele jaren trips, hoe Robbie naar het rokertje zocht, hoe men Tony Negeman vond, dat Henk van Esten nog is en Gerrit Lakmaker ook nog, opnieuw getrouwd, opnieuw een kind, hoe Hans van Zweden er is geweest, Simon in L.A., Barry in India, Jan tussen Antwerpen en Stockholm, Loes in de hemel, Ramses op de plaat en wat er verder nog op het programma staat. Ja. Ik ben getrouwd, ik heb een hoop kleine kinderen. Weet je wel? Ik ben wel veranderd, heb ik het gevoel. Misschien niet in wezen, maar ja, alle omstandigheden hebben zich wel veranderd. Ik ben voor de vijfde keer getrouwd nu. Ik heb 6 kinderen. Weet je wel? Which is quite a lot. Ja, verder voel ik me uitstekend. Ik werk veel. Ja, ik sta. Nog steeds gelukkig. Wil je kinderen hebben? Ja, ik wil wel kinderen hebben. Ja. Waarom? Maar, nou, dat vind ik gewoon gezellig om een paar kinderen om je heen te hebben. En ik hoop dat die kinderen het dan ook gezellig vinden als het nog eens zover komt. En jij? Oh. Nou, ik denk er net zo over. Ik heb geen haast meer, hoor. Is het function? Wat? Your marriage. Nee. How come? Well, it's
difficult and complicated to say. It just seems to get worse due to money and emotion and those sort of difficulties. Have you made the wrong choices? Yes, yes. I've always made the wrong choices in men and in careers and everything, you know. So I can't blame anybody except myself. Je kunt toch verliefd worden op iemand anders? En die verliefdheid kan zo ver gaan dat je van iemand gaat houden. En dan houdt het bij de eerste op en gaat het bij de tweede verder. Dat kan. En die verantwoordelijkheden, waar liggen die? Die moet je dus samen zien op te lossen. En het kan ook. Als je gewoon met elkaar kunt praten en het uit kunt leggen, is er niks aan de hand. Maar de verantwoording voor je kind blijft bestaan. En die heb ik natuurlijk in de eerste plaats, omdat Doenja hier is. Nee, omdat ik in die film die ik nou maak zo ontzettend veel mensen zie die allemaal fotootjes hebben met baby's op hun arm. Die allemaal vol goede moed zijn begonnen. Die ziet het allemaal, geven ze de borst. Er staan allemaal vaders staan erbij te lachen. De hele muur zit hier propvol met foto's. Nee, maar wat is dat proces dat mensen dingen beginnen en dat we bij al die gescheiden mensen vinden we allemaal diezelfde foto's. Is dat zo? Ongelooflijk. Die muziek heeft toen diepe indruk op me gemaakt. Omdat ik daarin algemeen menselijke processen herkende. Processen die we tijdens ons leven moeten doormaken. Gevechten. Ouders, het nest, het zoeken naar je identiteit, het kiezen van je partner, van je werk, van je idealen. Dingen die allemaal een rol spelen. Die zich ook bij iedereen herhalen. En die wel of niet opgelost worden. Totdat je dood bent. Ik denk dat het bij Hans van Zweden niet anders is geweest. Wat zal dat nou zijn? Hmm. Dat zal wel zijn. Nou, er staat vaak niet veel in, hè, van Hans. Dat is Hans. En dit zijn je ouders? En dat zijn mijn ouders. Waar kwamen die vandaan? Mijn ouders die kwamen. De voorouders kwamen oorspronkelijk uit Zweden. Op grond daarvan dat de naam van Zweden is uit voortgekomen. Aha. Dus dat is mijn moeder die helaas is weggehaald. Mijn vader is gelukkig gestorven in 1940. Die is gelukkig hier gestorven. Waar is je moeder omgekomen? In Auschwitz. Auschwitz. Dus... Dat is vreselijk. Op 74-jarige leeftijd is hij toen weggehaald. Mijn schoonvader die was gelukkig daarvoor gestorven. Dus die heeft dit niet meer mee hoeven te maken. En uw eigen vader? Die is weggehaald. Waarom? Nou, hij was communist. En hij deed illegaal werk. Dat was voor mij de man waar ik mij aan vastklemde. Dit is mijn grootvader en wat een machtige kerel. En ik weet het niet, zoals anderen misschien Gregory Peck tegen de muur plakken... Je hebt geloof ik wel eens iemand nodig. Kinderen willen hebben? Nou, natuurlijk. Kinderen hebben, ach, het is automatisch. Toen bestond de pil niet. Dus ach, spreek niet over kinderen willen hebben. Dat was in het huwelijk, wilde je niet bewust kinderen hebben, maar gewoon. Dat kwam eruit. Dat kwam erbij.
Je was getrouwd, dus er kwamen kinderen. Of er konden geen kinderen, dan had ik het ook goed gevonden. Here he comes, the boy who tried to vanish to the future. A bust is no longer here with his sad blue eyes. Here he comes. Hadden jullie een goed huwelijk? Ja, ja hoor. Was wel leuk. Wel met op een dans, maar toch wel. Ja, ja. Wel gezellig. Met oud en nieuw wilden we nergens naartoe. Wilden we gewoon met ons tweede het oud en nieuw doorbrengen. Zo was dat nog. Vonden we heerlijk. Nou ja, dat ging later. Toen hij zijn eerste auto kocht, toen dacht ik, nou gaat het mis. Dat wist ik al. Maar ja, toen kwam ik aan, er kwam de secretaresse in die zaak. Na de oorlog, toen nam het zo'n vrucht. En toen ging je naar die grote zaak op de Amstel. Dat was een drukte van je wels. We hebben toen een gouden tijd gehad. En hij was een reuzehandige zakenman. Hij werkte met goedkope jassen en kepen en al die dingen meer. De drijfveer was verdienen. De drijfveer was verdienen. Geen schulden maken dat ik later rustig kan leven. Wat voor wie is deze? Hoe heet hij? Zijn naam is Rudolfo Estella Securo. Een Spaanse jongen. Dat is mijn vrouw Susan, 26 jaar, Canadese. En mijn zoontje, Assa, Berend. Berend is mijn vader. Berend is mijn vader. En geboren 9 uur, dus ook zo, een kreeft. Hè. 76. En om 11:12 's morgens, Indian Standard Time. Want dat is ook belangrijk, uiteraard. Weet je wel. En toen woog hij 7 pond en 2 Engelse ounces. En dat is dat. Je had al een zoon. Ja. Van een Deen. Die studeerde aan de Sorbonne in Parijs. Franse literatuur. Verliefd. Met een walvis Europa rond. Op zo'n grote Rijnaak. En die lag op een gegeven moment in Arnhem tegenover mijn school. Hevig verliefd, neuken, kindje. Ja. Soms om mij te pesten, dan speelde hij een klein pestmelodietje, noemden we dat. En dan deed ik net of ik naar de keuken ging. Maar dan en dan weer teruglopend en hield hij op. En had hij geweldige pret dat hij hem altijd weer te pakken had. Ja. Lieve koningin, de kinderen van het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht zouden het heerlijk vinden als u eens bij ons kwam. Wij hebben zoveel gehoord en gelezen en we hebben onze nieuwe koningin nog geen één keer gezien. En we wouden ook graag dat de prinsesjes meekwamen. Hans van Zweden, Niesje Kraam, Betty. Hare Majesteit, zal jullie verzoek gaan in gedachten houden. De prinsesjes zenden jullie hun hartelijke groeten, de particulier secretaresse van Hare Majesteit de koningin. Maar Hans is nooit iets tekort gekomen. Integendeel, als hij wat vroeg, dan hebben we het hem altijd gegeven. Heb je het gevoel dat je hem verwend hebt? Ja, nou niet het gevoel. Dat zou ik altijd doen. Dat is mijn instelling. Als ik iets kan doen, dan doe ik dat.
Ja, ze werden wel verwend. Ja, dat is zo. Ze hadden het wat ze wilden hebben, kregen ze. Koen, doe jij even open? Wat moet ik zeggen? Nou, doe maar gewoon open. Hallo, Robin. Ja, mama, of ik met hem vanavond mee mag zwemmen. Hij gaat zwemmen. En gaat zijn vader ook mee? Nou, prima. Maar hoe laten jullie weg? Zometeen. Ja, goed. Doen we even. Hup. Je batters hangt klein. Zit een handdoek in. Moet je even kijken of een handdoek in ligt. Wat is dat, een behoorlijke opvoeding? U heeft zelf 3 kinderen. Onder behoorlijke opvoeding versta ik dus dat je kinderen wegwijs maken in het leven. Dat je ze voorgaat in het doen en laten. En dat je probeert van deze kinderen behoorlijke staatsburgers te maken. Heeft dat ook te maken met stabiliteit in zo'n gezin, duidelijkheid? Ook dat. Kijk, het lukt niet altijd. Ondanks de goede wil van de ouders. Want je kan nooit het karakter van een kind helemaal bepalen. Maar je kan het natuurlijk wel grotendeels bepalen. Dat hebben ze altijd tegen mij, dat ik ze geen tehuis heb gegeven. Nee, je draait het andersom. Ik zeg niet dat ik geen tehuis heb gehad. Ik zeg maar, jij werkte, dus ja. De beste oplossing was dat we naar kostschool gingen. Het was niet al zozeer omdat oma zei... Ja, dat wij... ook. Mijn moeder had een reuze invloed op mij. Nou, als Johnny gaat werken, is het soms lastig als er een kinderstemmetje tussendoor komt. Die begint, waar ik dan aandacht aan moet schenken. Waar ik boodschappen voor moet doen en eten voor moet kopen. En dat duurt dan weer tot 8 uur voor die in bed is. En dan kan je eindelijk weer eens een keer beginnen. Het was een genot om hem in de klas te hebben, maar het was niet aardig tegenover die andere kinderen die zo hard niet mee konden rennen. En het gekke was dat ik sterk de indruk had dat Van Zweden het gevoel had van, hoe kom ik aan zo'n jongen? Die zo anders dan eigenlijk die familie was. En ook op ons dus ook ergens een stimulerende werking had. Heel grappig. Hij was de ziel van alles. Hij was speelde toneel, hij speelde dit. En dat waren Beroen bij graven. Graaf en rechter en gravendin en Beroen die en Beroen die. Dat waren de kinderen die daar op school waren. Les sirènes. Dat is een stuk van Debussy met een koor, een stemmen, vrouwenstemmen. En we zaten in de common room en het was heel mistig buiten. En toen hing ik zo op die vensterbank en dan keek je zo het park in, heel mooi park. En het was zo mistig, wazig. Toen zei ik, oh, die muziek die past zo bij deze sfeer. De omgeving, dat mistige, dat zie ik er helemaal in. Toen zat ik naast Hans. Nancy was dus mijn beste vriendinnetje op kostschool. Maar Nancy die wilde altijd wat hebben wat anderen hadden. Dus op een goede dag dus dat ik weg was met vakantie. Zij bleef daar op school. En toen was ik al dus met Hans een jaar of 2. Toen heeft zij hem van mij afgepakt. En toen kwam ik dus terug van vakantie. En toen kwam ik hun net tegen, waren ze samen op de fiets. En, Dat weet ik niet. Misschien. Het is eigenlijk pas het laatste jaar. Ik ben er 3 jaar geweest. En Hans Langer natuurlijk. Die was al op school, want die begon op de lagere school al. Toen ik kwam. Ja, en hij was heel dik met Margriet. En... Ja, het laatste maanden, geloof ik, van het laatste jaar... Waren Hans en ik dan maar afgepakt, dat weet ik niet. Dat ging allemaal heel makkelijk.
Ik heb ook een geloof, hè. Daarin, als ik mezelf van kant kan maken, zoals Hans dus gedaan heeft, dan geef ik het op, hè. Je maakt iets dood. Nou, wat je dus dood wil maken, je hebt een vrije wil. Maar dat iets dat is geschapen door een andere macht. En jou mag nu. Jou mag nu, kinderen volgpakken, gaspijpen, wat dan ook, weet je wel. Maar het scheppen van dat wezen is een andere macht geweest. En het lichaam, dat heb je geleend. Weet je wel? En als ik nou doodga, nou, dan is het, ik heb het, nou, nu ben ik klaar met die taak, en dan geef ik mijn lichaam terug, weet je wel. En ik ga weer naar een plaats waar ik vandaan gekomen ben, weet je wel. Maar als het lichaam dus vernietigt, zelf, bewust, vernietigt, dan, nou, dan heb je, dan is het, komt er een kruisje doorheen, hè? Dan moet het overnieuw beginnen weer. Want het leven, ik ben op de aarde gekomen om iets te doen, om iets te volbrengen, met een reden. Want er gebeurt niet zonder reden. Hè? En nou, weet je wel, die reden is mezelf te vinden gewoon, weet je wel, mijn eigen. Hè? En maar ja, goed, dat weet ik nou, weet je, maar toen wist ik het niet. En dit zijn allemaal dit zijn de nette leerlingen. Die zitten voor in de klas, jawel? Dit zijn de leerlingen. Ik denk dat dat niet dat dat geen arbeiderskinderen zijn, hoor. Denk ik niet. Ben jij een arbeiderskind? Ja, mijn vader was een arbeider, ja. Ja, een vak. Had een vak. Dus niet een ongeschoold, mag ik zeggen. Is het een probleem van jou geweest, een arbeiderskind te zijn? Nou, je merkt het dus hier. Je ziet het hier. Je ziet dus dat deze kinderen, dat zijn de voorbeeldige kinderen. Zie je wel, die zijn heel netjes allemaal. Helemaal later in je leven? Nee, of tenminste misschien wel. Dat het helemaal in het begin al zo is. Maar dat je dat gewoon dus... dat je hele leven eigenlijk een ontkenning is. Wil je laten zien, dat maakt niks uit, begrijp je? Maar ik heb helemaal geen, laten we zeggen... Ik heb een groot respect voor mijn vader, want die man was een hele knappe meubelmaker, weet je wel. En een bijzonder zachtaardige man, weet je wel. Hij is dood. Ja, hij is dood, ja. Al gauw, toen ik 18 was. Dus dat geeft wel een hit, dat deelt wel, denk ik, hè. Je kan alles natuurlijk, weet je wel. Maar dat moet haast wel, weet je wel. Dat is natuurlijk erg vervelend, hè. Want het haalt evenwicht weg, hè, laten we zeggen. Dus afgezien van of dat... Het haalt evenwicht weg. Je hebt een bepaald evenwicht. En als een hele persoon daar uitvalt, dan krijg je een heel ander evenwicht. En dat is natuurlijk niet makkelijk te ondervangen. Assen, Westerbork, Coevorde, Daler, Dalenpeel in Drenthe. Wat betekent dat? De dochter van een NSB'er te zijn. Dat is heel vreselijk. Als kind, tenminste voor mij. Hè? Ik weet niet hoe het voor andere kinderen was. Maar voor mij was het heel vreselijk. Want je komt toch terug. Ik kwam dus in hetzelfde dorp terug in Rijswijk. Op dezelfde school, waar de kinderen dus al een klasse hoger zitten. Of twee. Terwijl je dus wel de leeftijd hebt om ook in die klas te zitten. Dat vind je als kind al heel rot. En dan, je bent het kind van een NSB'er. Een vuile NSB'er. Ik wil naar huis toe lopen met een groepje achter je aan. Vuil NSB-kind, vuil NSB-kind. Dat vind je heel vreselijk en je hebt er geen enkel verweer tegen. Het vervelende is in zekere zin, het vervelende alleen maar voordeel natuurlijk... dat ik een gelukkige jeugd gehad heb. Ik heb absoluut geen gevoel dat ik...
frustraties hebben moeten overwinnen of conflicten hebben moeten doormaken. Helemaal geen sprake van. Hè. Er was ook een hele harmonieuze situatie thuis. Ja, het gezin was gelukkig, leuke kinderen. Uitstekend huwelijk, mijn vader en moeder. En die hele katholieke opvoeding, daar, dat ging niet over, over het onderdrukkingsaspect van het katholicisme. Wat in alle, vooral in de kleinburgerlijke milieu, juist het belangrijkste is. Dus strengheid en vooral de schuld en alles wat niet mag. Daar ging het eigenlijk nooit over. Het ging bij ons thuis, en dat hangt natuurlijk ook samen met het vak van mijn vader en zijn talent en zo. Ging het juist over de leuke dingen, over het fantastische, het rituele, het mysterieuze, het theatrale. Dat stond hoog aangeschreven. En je loopt als jongetje al op een andere manier de kerk in. Als je onder donderend geweld van het orgelspel van je eigen vader natuurlijk. Dat is al heel anders dan voor de andere jongetjes natuurlijk. Hoe was dat huisgezin bij jullie? Nou, de vader kwam laat thuis. En... goed, meerdere jaren lang was Hans in Gelderland. Er bestond meestal mijn moeder en ik, die waren dan thuis. En dan vader tegen een uur of 7, 8. En Hans dan soms op verlof, de kostschoolperiode, 1 keer in de 2 maanden. Toen hij op kostschool was, toen hij jong was, leed hij daaronder dat zijn ouders eigenlijk niet zo vreselijk goed met elkaar konden opschieten. Hij vond dat gewoon, die moesten een soort ideale verhouding hebben. En dat hadden ze niet. Daar had hij moeite mee. Hè. Als ze op bezoek kwamen op kostschool, dan stond hij erop dat ze samen kwamen. Hoewel ze elkaar verder eigenlijk, dacht ik wel, langs elkaar heen leefden. Het enige wat ik me herinner was het feit dat ma achterin zat en pa voor. En dat het een uiterst pijnlijke situatie was voor mij althans. Maar Hans was tevreden, want zijn vader en moeder kwamen samen. En toen zei mijn ex-vrouw, je moet eens met hem spreken. Ik zei, Hans, jongen, je bent nu 13. Ik zei, dat zou wel goed wezen. Je weet wel het verschil tussen een jongen en een meisje. Toen zei hij, pap, wat u, letterlijk zo, met zijn hand. Pap, wat u wil zeggen, daar ben ik al bijna vergeten. Nou, 13 jaar. Die jongen was zo voor in zijn geest. In zijn geest. Ik was uitgesproken. Ik weet alleen dat mijn vader, toen ik 18 jaar was, tegen mij gezegd... Jongen, kijk uit als je de stad in gaat. Daar ben ik het leven in gegaan. Hoe ben ik werkelijk? Ik zal zeker door 5 soorten mensen bezien worden. De eerste en belangrijkste groep is een gevaarlijk soort menselijk wezen. De onderwijzers. Het beeld dat onderwijzers van me hebben is zeer pessimistisch en voorspelt geen mooie toekomst. Het enige dat mij te wachten staat is een onzekere duisternis of de gevangenis. Als ik zo doorga en mijn manier van leven niet verbeter. Eerst gevraagd, mij later bevolen, dat de haren van Hans dienden te worden geknipt. Meestal liet iedereen zich knippen, maar hij had dat niet. En gedaan en dat liep hoog op, dat herinner ik me nog, dat incident. Maar hij weigerde dus. En toen werd zijn vader uiteindelijk in wanhoop over die kwestie ingeschakeld. Die wist ook niet hoe je dat aan moest pakken. En toen is hij dus, had hij dus als voorwaarde gesteld dat hij daarvoor een saxofoon kreeg. Volledig een goeie. Geen kindersaxofoon, een goeie. En inderdaad komt hij na de paasvakantie met geknipte haren en een saxofoon op school terug. Hij was vrij lastig, dat wist iedereen. De maandrekening ingegooide ruiten was ook altijd vrij hoog. Maar die werd altijd door pa betaald. De tweede groep, en ook zeer belangrijk, daar ze me gemaakt hebben, zijn de ouders. Deze groep bestaat normaal gesproken op zijn hoogst uit 2 personen. Het vrouwelijk deel wordt aangeduid met moeder. En het andere, een strenger deel, is natuurlijk de vader. Het algemene beeld van een jongen is een zeer goede student. Onze jongen heeft prima hersens. Als dat is vastgesteld, wordt de sfeer in huis ondraaglijk door het geruzie over van wie het kind deze goede kwaliteiten geërfd heeft. Oh, dat is van die Engelse school, weet je wel, waar hij toe was. En toen is hij naar Engeland gegaan? Toen is hij een poos in Engeland op de school gegaan, ja.
De derde groep bestaat uit een geslacht dat in een moment van delirium aan de man gegeven is. Vrouwen, of beter gezegd, meisjes. Op een bepaalde manier zijn meisjes nog schadelijker dan onderwijzers. Zij kunnen een jongen martelen, hem zijn slaap ontnemen, hem pakken en weer laten vallen. Hoeveel zijn niet onder de betovering gekomen van deze mysterieuze schepsels met hun beschilderde lippen, begerige ogen en swingende heupen. Allen troffen een onheilzaam lot dankzij meisjes, mokkels, chicks, grieten en weer meisjes, meisjes, meisjes. Zij begrijpen nooit de muziek die je speelt en houden alleen van die liefdesliedjes die hun sentimentele instincten bewegen. Alhoewel ik het nooit laat merken, haat ik meisjes als vergift en dat is ook precies wat ze zijn. With Hans it was always misery. He would want to come and meet you, and you knew that when he met you, you would not be the person he hoped you would be. You would not be able to please him. You would not be able to come up to what he wanted, and what he wanted was impossible. What did he want? What was he searching for? I don't know. De vierde groep bestaat uit echte vrienden. Dit zijn meestal muzikanten of mensen die muziek begrijpen. Zij bekijken je als een vriend, maar zien ook het makkelijkst je fouten en kunnen dan snel teleurgesteld in je worden. Ze zien je als een vriend waar ze op kunnen bouwen. Het komt erop neer dat ik hen het meeste mag. When I first came to the senior school, when I was 13, I was very keen on music, as I've been ever since then. And feeling my way and exploring new directions. And the first person really who burst in on me, literally by climbing through a window into the room where I was playing the piano, was this character Hans. And he started to tell me about bebop, which was then, as you may know, a fairly trendy form of jazz initiated by Charlie Parker in the clubs in New York. And I found what he played me a revolution, because he had harmonies and things which I had never dreamt of. And for me, I think one of the things that I liked, and I comment on here also, was that he gave to the sort of rebellious feelings I was experiencing the dignity of a philosophy. Because he introduced me to existentialism, all the Sartre books. I remember he bought me Being and Nothingness, which I did find rather more than I could read at 14. He got my attention first by suddenly running into the library during a dance while I was working, because I didn't go to dances because nobody ever asked me to dance, and asking me to dance in the library. And I thought this was so extraordinary and so nice and so sweet that, you know, I rather fell for him. Lieve papi en mami. Nee, ik herinner me ook een brief dat hij in Engeland was, dat geloof ik wel, toen de tijd. Ik geloof dat hij graag naar Engeland wilde voor daar de universiteit te bezoeken, ja. En dat kan ik onmogelijk in een jaar halen, ja. Ik kan uw bezwaren van ouderlijk standpunt inzien en ik respecteer ze. Maar u moet niet vergeten dat mijn studie en mijn toekomstig werk belangrijker is. In een paar maanden ben ik 17 en dat is werkelijk oud genoeg om zelfstandig te zijn. Hoe oud was u toen u al werkte? En waarom zou ik nog steeds als een rijk jongetje behandeld moeten worden? Ik wil studeren. My father is a man who's very much like John. He's a philanderer and started having relationships with other women when I was 3. And my mother put up with them and put up with them till I was 13. And then finally he did settle down with a woman and he asked to be divorced and she divorced him. And my mother's a bit of a stoic, a bit of a martyr. That's John.
When you say John is like your father, John had affairs, same? Yes. Is that what disturbs you? What? Is that what disturbs you? Disturbed who? You. Yes, because I feel I'm repeating the same pattern, going through the same process. What? The same process that my parents went through. You know, it's just sort of unbearable, the repetition of one's parents' life into your own life. It makes you want to scream. Do you scream sometimes? No, I don't scream. I cry, but I don't scream. And this is something I want to protect my children from, but I can see them growing up, and I just don't want the same things to happen to them. The inevitability of it seems written down in by fate, but you know, I want to avoid it by some conscious effort, but the unconscious is so much more powerful than the conscious that I don't know how I can avoid it all happening again. Ik ben in 1940. Ik heb dus door die oorlog, in de oorlog, na de oorlog, en waarschijnlijk ook weer door die oorlog later, door allerlei toestanden, in tehuizen gezeten. En in weeshuizen en in tehuizen, hè, noem maar op. En ik heb dus nooit gehad, laten we zeggen, dus, de drang om me te gaan afzetten tegen een maatschappij of een ouder of ouders. Want ik heb alleen een moeder, een Hongaarse moeder heb ik. Mijn vader is overleden in 1942. En ik heb nooit gehad, dus die afzetting. Ik was blij dat ik op straat stond, jongen. Ik was blij dat ik een beetje lucht kon hebben. Ben je echt blij dat jij alleen op straat stond? Ja, ik ben echt blij. Ik ben echt blij dat ik helemaal alleen op deze wereld stond, ja. Ik bedoel, het kortste hoofdstuk in mijn tweede boek is... Je komt alleen. Je leeft alleen. Je gaat alleen. Dat is een hoofdstuk in mijn boek, tweede boek. Dat is voor mij dus ook mijn motto in het leven. En als je namelijk dat van tevoren realiseert en dat dus weet, dan kan je niks overkomen. Dan leef je jongen als een vorst. Dan leef je elke seconde is van jou paradijs, weet je, en je leeft. Het huis was weg, de rotzooi was gejat. En mijn vader zat nog in het kamp toen mijn moeder vrij kwam. Eén voor één kwamen de kinderen weer bij, dus ze had geen geld. In 1947 kwam mijn vader vrij. Die zat in Duindorp, bij Scheveningen daar ergens. En kort daarop ontmoette hij de grote liefde van zijn leven. Dus de hereniging waar we ons zo ontzettend op verheugd hadden... en chocoladereepjes gespaard hadden van de Gruiter... omdat papa dol was op chocola. En al dat soort dingen. Dat stortte volledig in elkaar. Papa had een andere vrouw, dat was heel slecht. Dat kon je ook helemaal niet begrijpen als kind. Dus, ja. Want je voelt jezelf verstoten. En Voordat dit nieuwe gebouw er stond, stond er een bakstenen gevaarte van ongeveer dezelfde verhoudingen. Dat... Wees mijn vader altijd aan. Als we hier langskwamen, was ik 5 jaar, zei mijn vader... Kijk, Robbie, dat is de ambachtschool. Ambacht, moeilijk woord. Wat is ambacht? Nou, timmerman bijvoorbeeld is ambacht. En dat was hij ook geweest, mijn vader. Mijn vader was dus jarenlang timmerman geweest in de bouw. En die was in 1910 had hij dat vak hier op deze school geleerd. Concordia Internos. Bestaat dus al 100 jaar. Dus dat droeg hij aan mij over. Maar wat kan je nou al doen als kleine jongetje van 6 om alvast in dat image van de timmeren te komen? Figuurzagen. Begrijp je dat? Dus wat ik heb moeten figuurzagen om die
band van warmte, van vak met mijn vader te cultiveren, figuurzagen. Vond mijn vader mooi als ik wat figuur gezaagd. Nou, gelukkig was het in de oorlog. En die zaagjes, die braken. En die kon je op een gegeven moment niet meer kopen. Anders had ik nog de figuurzagen, joh. Dat is verzekerlijk. Ik ben verlost door de schaarste. Maar toen ik zelf inmiddels in de jaren 40 gekomen van mijn leven. Dus hier een decoratie op die muur moest. Toen ben ik zelf blijven hangen aan het idee. Ik ga al die handen van al die werknemers die dit gebouw gemaakt hebben. Van de heiers tot de, weet ik wel, kantoormensen aan toe. Allemaal uitzagen. Dus toen heb ik mezelf een rare job op mijn nek gehaald. Die ik in de jaren 40 opgedragen heb gekregen van mijn vader. Biology? Hans comes to class, late usually, but does nothing except sharpening his pencil or trying to talk with his neighbor. Answered a test very badly and the other not at all. Ought not to come, and I would have told him so, but he has the excuse of language. How good. And that his background is different. And this woman, anyway, she came into the bedroom and we were in bed and she just stood there. And she just shouted, shouted, Jane! And she went, I mean, she just shook like a great jelly, you know, and she kept saying, Jane, Jane! So I got out of bed and I started getting dressed. And I said, please go out, go away, you know. And Hans was completely floored, you know, he was really upset. And he said, but why aren't you upset? Why aren't you shy? Why aren't you embarrassed? And how fantastic that you just got up and got dressed. You know, that I was surprised. I got a shock because I thought he was the coolest thing on two legs, you know. Right. It was a good excuse, anyway, to get rid of him. You remember he was expelled? Yes, yes. I mean, actually, when you say expelled, I don't know that I knew that he was exactly expelled. I mean, I should have... If I'd had to... try to remember what happened. I just thought that it was suggested that it would be better if he left, which isn't quite the same thing. De vijfde groep bestaat niet. Ik bedoel, die bestaat alleen in mijn fantasie. Deze groep bestaat uit mensen die het juiste idee over mij hebben. Ik heb dit soort mensen nog niet ontmoet, maar hoop wel dat het nog eens gebeurt. Ik zie mezelf als iemand die echt probeert en hard knokt, maar ook vooruit gaat. Wat denk je? Nu zie ik ineens die kamer weer en die grote boekkast links. Ja. Echtelijke ruzies. Mijn slaapkamer lag naast de slaapkamer van vader en moeder. Dus we hoorden wel eens om 2 uur in de nacht geweldig gebrul, jaloerse scènes. Ook wel weer hypergezelligheid, gewoon erg gemêleerd. Het was geen hel, het was niet een pure hel. Dat was een nachtelijk feest. Er hing iemand aan de lampenkap en dan... daverende klap. Dat is ontzettend. Op alles ligt er natuurlijk uit in het halve file, want dat is een grote file. En dan hoorde hij beneden, Hans, Hans. En dan deed Hans open, ja, wat is het? Maar Hans, wat doe je toch? Nee hoor, mams, er is niks aan de hand. Dan ga je, mams, met zo'n pruimmondje, zo mooi, mams. Niks aan de hand, boink. Maar ja, het ligt in de halve etage. Tot zijn vader boven kwam, die interesseerde zich niks voor jou, mams. Hans heeft me eens verteld dat hij door zijn vader in zijn kamer werd opgesloten. En dat zijn vader dan tegen hem zei, je mag er alleen maar uit als je nou zegt dat je in de zaak komt. Huh? Ik weet helemaal niet of het verhaal waar was, maar hij heeft dit verhaal me zeker 2 keer verteld. Van, dat is mijn relatie tot mijn vader. Ik meen dat toen de periode is begonnen dat we samen, s'avonds in de bibliotheek gingen zitten en over Byron en
en Oscar Wilde. En, hij had meer gelezen dan ik al. En dat merkte ik toen we praten. En dat was een hele, hele fijne periode. En af en toe hoorde ik dan een enorme bulder van mijn vader. Die zei, want was dus veel weer zo nodig gestudeerd toen. Ja, de man die het helemaal met zijn handen gemaakt had. Hè. En wij zoontjes die tenslotte daar profiteerden. We aten van zijn centen. En deden duur ook nog eens een keer van zijn centen. Dat was te veel. En ik heb hem geprobeerd over te hevelen naar mijn leven. En dat is mij niet gelukt. Hij heeft ook nog bij je gewerkt. Hè? Nee, nou, dat bijna gewerkt mag ik niet noemen. Nee, dat mag ik niet noemen. Hij heeft bijna niet gewerkt, nee. Nee, hij heeft niet gewerkt met mij. Hij was totaal ongeschikt daarvoor. Hij was... Als je zegt, waaruit bestaat je leven, dan bestaat het ook uit iets dat echt bepalend voor mij is. Dat ik altijd heel bang ben om een keus te maken. Dat ik ook altijd twee dingen tegelijk doe. En dat is ook duidelijk. Ik heb twee beroepen. Ik doe altijd twee dingen. Ik kan nooit kiezen. En dat is een angst die ook heel duidelijk mede bepaald is door allerlei andere angsten die waar ik nu langzamerhand, ook al door gesprekken, ook al door Jan van der Landen, wel een stuk vanaf ben. Ik ben niet zo bang meer. Maar het is toch ontzettend moeilijk voor mij altijd geweest om ergens voor te kiezen en dan al het andere te verbranden. Want oorspronkelijk was je andere dingen van plan en nu zit je in een keurig bureau. Ja, ik was oorspronkelijk inderdaad van plan om mij helemaal aan de muziek te wijden. Het is ook zo dat ik mijn hele leven in de muziekwereld vind. Het is niet zo dat ik niets met muziek te maken heb. Integendeel, ik werk ontzettend veel in de muziekwereld. En ook werk ik veel met mijn eigen muziek. Ik heb helemaal niet te klagen. Mijn muziek wordt veel gespeeld. Dat is geen enkel punt. En ik werk ontzettend hard. En ik hou erg van hard werken. En ik hou erg van veel werken. Ik kan niet stilzitten. Dus... Maar als ik iets anders, als we het net hadden over die bepaling van die angsten, dan zijn het altijd, en dat is in een heleboel dingen zo, dat ik altijd probeer het een en het ander te doen. En niet het een of het ander. Wat had je dan het liefste willen doen? Misschien wel dit, eigenlijk. Wat ik nu doe. Eigenlijk wil ik wel het een en het ander doen. Ik wil eigenlijk niet kiezen. Ik wil ook eigenlijk niet. Ik weet dat ik ook niet kies omdat ik er bang voor ben om te kiezen. Maar ik weet ook zeker dat ik ontzettend ongelukkig zal zijn als ik maar één ding te doen heb. En dat ik onmiddellijk ga zoeken naar andere dingen om ook te doen. En welke twee dingen doe je dus nu? Op het ogenblik, de hoofdzaak is dat ik de juridisch adviseur van Buma ben. Andere hoofdzaak is dat ik componeer. Maar ik probeer er altijd ook weer andere dingen bij te doen. Mijn ouderlijke huis was zeer... Ja, dat was toch wel veel moeilijkheden, wrijving. Ik ben echt een drop-out. Ik ben weggelopen toen ik 13 was. En ik probeer zo lang mogelijk weg te blijven. En ik was op het Leidsplein, vond ik, een onderkomen. Ik kon altijd bij iemand pitten. Nou, dat was in die tijd ongedacht. Je kwam alleen maar bij je tante terecht voor een nacht. Die je dan met een briefje in je zak terugstuurde en grullen. Heel zo. Dat was weglopen. Maar een dag, nou, plak op je broek. Maar wij konden wegblijven. We gaven elkaar onderdak. En daarmee verschaften we ons een soort ruimte. En dat wist ik van, dat is mijn weg. Ik bedoel, die van mijn ouders, dat zie ik helemaal niet zitten. Daar werden wilde feesten gegeven en zo. En daar was ik ook wel eens op. Maar ik was een nobody. Dus ik zat in een hoekje. Ik deed dan ook niet mee aan uitkleedpartijen. Er werd dan uitgekleed, je kleedde je uit en je was vrij. En dat heb ik wel eens gezien, zo op die parties. En dan dacht ik, oh god, als ik maar niet hoef, als ik maar niet hoef. Maar ik wou het wel allemaal zien en erbij zijn en zo. En door die frustratie zat ik daar altijd die goedkope wijn. Want je kon niet meer dan 1,35 per fles betalen in die tijd. Dus de goedkoopste witte landwijn dronk je, weet je ook erg ziek van. En dan werd je weer wakker met vreselijke katers en zo. En schuldcomplexen, omdat je dan een repetitie weer had overgeslagen. Nou, zo'n tijd was dat. Je was een beetje onthecht allemaal. Dus als 18, 19-jarige kwam ik dan in een scène in Amsterdam... viel met mijn neus in de boter meteen.
Bij meteen overal wijven te neuken. Overal meteen marihuana, die vloog iemand de oren. Dat heette toen nog marihuana. Hashish kon je roken. Dus prachtige huizen die uit elkaar vielen. Overal bedden. En ik zag etersnuivers. En ik zag mensen die trigloren ethyleen snuiven. Mensen die komfer aten. En dat gebeurde allemaal in een soort herfst. Met prachtig herfstweer. En dat. En dan zag je ook, bij vrouwtjes kwam je dan ook wel thuis. Die zagen eruit. Ze helemaal zoals via de Franse mode. Daar raak je ook, dan kun je ook weer gek op worden. En je zag kunstschilders eromheen. Die elkaar aanvielen met flessen jenever. En elkaar de hersens insloegen. Dat ging er gauw van weg. Maar je raakte dan steeds dan haaier en haaier. Hij at je hele huis leeg en hij beschouwde alles wat voor jou was als het zijnde. Hij ging mijn boeken en platen verkopen, omdat hij een flesje never nodig had. En toen kwam ik hem dan tijdens de stad tegen de Libië in mijn pak en mijn das. En, ja, ik bedoel, het is allemaal niet erg hoor, want ik ben heel makkelijk op dat gebied. Maar ik weet nog goed, dan kocht je 10 blikjes sardines of zo. En dan dacht je, in die tijd, we hadden helemaal geen geld. Dan heb ik iets op brood. Nou, dan frat hij ze gewoon alle 10 achter elkaar op. Want wat er was uit die jongen, een potje marmiet, dat smeerde hij gewoon in zijn geheel op brood. Hij deed alles tot in het extreme. En op mijn arm heb ik een sterretje staan, getatoeëerd, een tatoeage hier. Maar hij had op zijn arm een cirkel laten tatoeëren. En dat was zomer. En toen kenden we elkaar pas. En toen ontdekten wij samen, hij ontdekte mijn sterretje en ik ontdekte zijn cirkel. Nou, dat was voor mij dan heel leuk, weet je wel. Toen begon hij te zeiken van dat een cirkel was een sterke teken. Toen zei ik, nou, de Sovjetster, want dat is het, weet je wel, is voor mij weer een sterke teken. Nou, hij wilde even demonstreren, weet je wel. Dus we moesten toen naar buiten en zou even gaan knokken. Toen heb ik hem snel in de poeien geslagen, weet je wel. Nou, dat was ontzettend geweldig, want ik dacht altijd dat dat bij mij onmogelijk was, dat ik niet zwanger kon worden. En Hans was 18 jaar en die zei dat hij daar niet in geloofde en hij heeft zelf een gynaecoloog gebeld. En hij zei, nou, ik heb een afspraak voor je gemaakt, om 2 uur moet je daar en daar zijn. En we hadden helemaal geen geld of niets. Ik ben er toch maar naartoe gegaan. En nou, die dokter heeft mij onderzocht en die zei, nou, er mankeert jou helemaal niets. Je kan net zoveel kinderen krijgen als je hebben wil. En toen vroeg hij dus wie dan mijn man was. En toen zei ik Hans van Zweden. En toen zei hij, wat doet hij? Ik zeg, nou, hij is muziekstudent. Hè? Maar hij was toen nog op het conservatorium. En toen zei hij, nou, dan hebben jullie ook niet zoveel geld. Ga maar. En een maand later was ik zwanger. Dan vragen mensen van, ja, hoe heet je? Ja, René van Duivenbode. Ja, hoe heet je moeder? Wat is de meisjesnaam van je moeder? Ja, ook van Duivenbode. Ja, hoe heet je vader dan? Ja, van Zweden. Ja, maar hoe kan dat nou? Nou, en dan vertel je dat. Nou, dan begrijpen ze er niets van. Of ze vinden het heel vreemd dat je ouders nooit getrouwd zijn of zo. Nou, dan moet ik in feite eigenlijk wel lachen. En denk van, ach, nou ja, laat ze maar denken en zo. En je vindt het een mooie naam? Van Zweden? Of van Duivenbode? Nee, ik vind alle twee mooi, maar ik vind van Duivenbode mooi. Eigenlijk. Totdat hij het aan zijn ouders vertelde. En toen begonnen de moeilijkheden. Hoe ging dat? Nou, toen mocht hij dus niet meer naar mij toe. Wat hij natuurlijk toch wel deed. Stiekem. En dat was natuurlijk afschuwelijk, hè? Die was ook bij zijn vader geroepen. Hoe ging dat? Oh, dat was zo vreselijk.
hij belde me op en zei, zie je kans om vanmiddag even langs te komen? En die denkt, nou ja, misschien wordt er een regeling getroffen. Dat is bij mij op de Klovenesburg wel gebeurd. En toen zei ik, dit is de risico van een meisje, niet waar, die met andere jongens naar bed gaat, enzovoort, enzovoort. Ik vergeet het nooit. Hans' vader zat aan de ene kant van een hele lange tafel en ik aan de andere kant. Ik zei, maar dan moet u niet meer hier komen, niet waar. En dat is voor mij, het is erg voor u. Maar u kan Hans de schuld niet geven. Want u bent met diverse jongens naar bed gegaan. En toen vroeg ik hoe die aan die wijsheid kwam. Toen zei hij, dat maak ik uit. Daar heb jij niets mee te maken. En ik weet wel dat er een hele zware asbak bij me stond. En dat ik dacht, nu wil ik die asbak in zijn gezicht gooien. En ik heb het niet gedaan. Ik heb helemaal niets gezegd. Ik heb hem alleen maar aangekeken. En ik heb alleen gezegd van, ik spuug op je stoep. Dat is alles. Hoe is René aan die naam gekomen? Doordat we allebei ontzettend veel van de muziek hielden van Ravel. En dat was Gaspard de la Nuit. En het eerste pianogedeelte daarin, dat heet Ondine. En toen hebben we er René voor gezet. En dus toen was het herboren in golvende beweging. Dat was prachtig. Ik probeer de mooiste dingen uit mijn korte, domme, verkeerde leven te halen. Mijn leven dat geen sporen nalaat, behalve dan een ongeveer 2 jaar oud dochtertje. Aan haar wens ik iets toe van haar trouwe en muziekminnende moeder, die mij 1 hele zomer en een stuk van de winter lief had. Die ik verloochende, niet zoals een man zou doen, maar als een gladde gluiperd. Een daad die een typisch nouveau riche, feodaal advies van mijn vader was. Wier naam René Ondine is en aan wie ik, hoe jong ze ook is, vergiffenis vraag. Omdat ik in het geheel niet voor haar gezorgd heb. Nog voor haar moeder, aan wie ik ook vergiffenis vraag. Maar niet zonder te vermelden de ontelbare slapeloze nachten waarin ik moest lijden voor mijn eigen zelfzuchtige misdaden. Hans was een vrijgevochten jongen in zijn tijd, niet waar? En Hans heeft zijn leeftijd gehad en hij heeft dat uitgeleefd. En ik wil nogmaals zeggen, daarvoor vind ik hem helemaal niet daardoor slechter. Maar dat is een feit dat Hans zich heeft uitgeleefd, want hij heeft de kans gekregen. En als jongen, als je de kans krijgt, dan neem je dat. Wel zien, een gezonde jongen die de kans krijgt, dat hij het niet neemt. En er is alles mee gezegd. Heb je nou zelf ook zo geleefd, zoals je nou vertelt, zoals Hans leefde? Niet zo, nee. Niet in het roekeloze. Ik ben, wat dat betreft, ik heb de gelegenheid gehad. Ik heb nooit geen meisje opgezocht. Meisje heeft mij dikwijls opgezocht, want daar had ik niet nodig. En dat wil ik er even bij zeggen. Maar ik heb gewoon rustig gedaan. Hans heeft een andere tijd gehad als ik. Wat was het voor tijd? Als je die tijd nou terugkijkt. Als die tijd van mij was het anders, waren de meisjes anders, want ze waren bang om een kind te krijgen, want dat is een grote schande. Hè? Dus een meisje was niet zo toegankelijk in mijn tijd als die meisjes in Hans' tijd. Nu waren ze wat los door de hasjes, door al die, hè, alles wat er omheen, door die drank en al dergelijke dingen. Ik was geen dronkaard, ik dronk haast niet. Ik dronk wel een borrel, maar er is ook alles mee gezegd. Kijk, er is een generatieverschil. Wil ik er ook even bij zeggen. En meer als een generatieverschil. En als je nu op het ogenblik komt, hè, dan is het nog erger als voorheen in de tijd van Hans. Op het ogenblik niet waar. Is een kind van 12, 13 geslachtsrijp en ze neemt de pil. Dat is op het ogenblik. Heb je ook negatieve dingen waarvan je denkt, hey, dat waren negatieve aspecten van Hans? Natuurlijk. En van Hans heb ik geen negatieve dingen, omdat er van mijn eigen zoon zie ik geen negatieve dingen. Ik heb mijn best gedaan voor Hans om af te leveren zo goed mogelijk. Er is alles mee gezegd. En toen zei hij, ga je mee iets drinken? En toen dacht ik, nou, ik ben heel volwassen en groot. Je dus vond het zo ik zeg ja. Ik had zoiets nog nooit gedaan.
Er was daar een café. Ik dacht eigenlijk dat hij dat bedoelde. Dat café daar schuin tegenover de Lamar. Maar toen bleek hij daar te wonen. Toen kon ik niet meer terug natuurlijk. Want ik had nog één keer flink ja gezet. Maar nou, toen ben ik dus meegegaan. Dat heeft ze dan lekker van mij op de kop gekregen. Want ze bleek, kwam er niet thuis, hè? En toen hield ze hier nog vol dat ze van Shireen kwam. Maar ze rook naar drank. Nou ja, dat deden wij in die tijd nu. Nee, ik had nog nooit gedronken. Nee. Ik wist ook niet wat het was. Ik wist wel dat het heel smerig was. Maar dat, we hebben ontzettend goed zitten praten. Het was heel fantastisch. Ik had dat nog nooit beleefd. Zo'n man, die... ik vond hem toch wel heel wat. Was ik nog zo jong. Het was zo'n gekke tijd nog, hè? En je had vier dochters, dat ik bedoelde. En zij was dan de jongste. Dat paste je al helemaal bijzonder goed op. Hè? En... ja, ik vond het geloof ik ook dan achteraf weer niet zo gek, hoor. Dat het niet mocht. Zeker met die jenever. U bent uit Brussel gekomen. Waarom, hoe zit uw leven in elkaar? Waarom bent u uit Brussel teruggekomen? Nou, mijn man had een verhouding met zijn secretaresse daar gekregen. Nou, en dat vond ik natuurlijk... dat kon ik toch niet blijven. Dus toen ben ik weggegaan. En toen hebben we vier kinderen opgestapt. Ja, toen heb je heel erg moeilijk gezeten. En toen is hij daar vrees gaan drinken en ontredderd geweest. Want het was een enige man, hoor. Enige man. Maar ja, er was niks te doen. Zij heeft zich echt hem op zijn hals gehaald. Of ze wilde hem dus met geweld. En toen ben ik dus hier terechtgekomen. Ook nog per godsgaasje. Want je kreeg geen huis als je in een andere stad kwam. Het was naar de oorlog. Dus we waren nog erg dankbaar dat we hierin mochten. Met zo'n hoeveelheid was u? Nou, met vier kinderen en ik. En u was dus eigenlijk dubbel voorzichtig? Ja, natuurlijk. Want je had toen die pil nog niet. En zo'n trouwens, de hele moraal was nog anders. Je dacht in die tijd toch heel anders over die dingen als tegenwoordig. Nou, vooral de drank was ook altijd een belangrijk punt. Nou, nee, want kijk, er kwamen hier ontzettend veel vrienden. Echt, want al mijn kinderen waren wat ouder, die andere drie. Dus ik zat hier altijd al met jongens en zo. Maar ja, ik weet het niet. Ik vond dit toch maar een eigenaardig geval. En vooral, ze had gejokt er ook over... Want ze had me niet verteld dat ze met die Hans van Zweden, heet hij geloof ik, hè? Toen een paar dagen daarna, toen belde hij op. En toen heb ik dan ook gezegd van, ja, het had dronken gevoerd. En moest ze daar niks van hebben en die soort dingen meer, hè. Kinderen jokten nooit. Ja, ik leef alleen hier. Ja, ik vind de eenzaamheid en het alleen zijn vind ik een voordeel. In tegenstelling tot de algemene mening van hè, iemand die alleen is of eenzaam. Het is een beetje zielig of zo, weet je wel. Maar dat vind ik juist het tegendeel. En een hoop mensen die zitten er echt mee. Je zit echt mee van, ik zit hier maar alleen en zo. Hè? Want die is altijd geïndoctrineerd van alleen zijn, dat is niet, dat is het niet. Ga ik bedoel? Maar dan heb ik dus niet zo, zo heb je zie ik dat geen niet. Vrouw? Nee, heb ik niet, nee. Ook geen man. Zelfs geen huisdier op het ogenblik. Nou ik heb de Boeddha en de Tai Chi en mijn speelgoed en mijn spelletjes. En, wat zou je nou voor een vrouw willen om je heen willen hebben? Nou, ik zou het echt niet weten hoor. Vrouw. Is het lastig voor jou, een vrouw, in je leven? Nou, moet je eens luisteren. Als je, ik weet niet, ik ben... het priester. En ik zie dit niet zo als zo van om een vrouw te moeten hebben of te bezitten of mee samen te leven of je te laten onderdrukken door een of andere chick. Dat is voor mij allemaal dus op een afstand. Ik zou het hoogstens een verzorgster of zo. Maar ik bedoel, dat zie ik hier ook niet zitten, want de ruimte te klein voor is. Maar kamperen hier, weet je wel. Ik bedoel,
Het is allemaal tijdelijk. Alles is tijdelijk hier. Dat is geen... Het lijkt net of het permanent is, maar dat is het helemaal niet. Het kan in één... In twee uur is het leeg hier. Ben je van plan iets tijdelijks te maken in je leven? Nou, ik leef tijdelijk. Dus dat wil zeggen op dit moment. En dan kun je dan dus wel, ja, natuurlijk kleine zeurige mensen die komen dan van, ja, maar je zet toch ook nou vanavond al het vuilnis buiten dat het morgen weggehaald wordt. Weet je wel, daar hebben we het natuurlijk hier niet over. Maar gewoon het leven van nu. En dat lukt niet altijd, natuurlijk. Hè? Want dat hoort er ook bij. Maar als je dus probeert tijdelijk te leven, dan hangt het er maar van af. Van je flexibiliteit en je training en hoe je je voor inspant. Hoe je dan zo dichtbij die tijdelijkheid kan komen. Want dat is de balans in het universum en in jezelf. En daarmee zoek je dus het contact met het totaal bestaan. En hier heb ik geschreven dat hij waarschijnlijk zich vergist had. Kort lager had het moeten zijn voor de mezzo-sopraan. En hier in de tekst heb ik ook nog een aantekening gemaakt. En toen heb ik erbij gezet, graag goed geschreven partituur met dynamische tekens. Dat moest hij dan maken. En dat huiswerk heeft hij naderhand hier ook gedaan. Dat is dan de partituur geworden, ja. Oh ja, je ziet wel dat het nog niet zijn dagelijks werk was. Hij schreef bij Merkel heel mooie verhalen. Vaak in het Nederlands, ook vaak in het Engels. Hij dichtte. Maar het bleef altijd met vellen vol met gegevens. Op het moment dat hij achter de typemachine ging zitten, of op het moment dat hij achter de piano ging zitten schrijven, ja, kwam altijd de fase waarin hij dan kennelijk de concentratie niet meer op kon brengen, op het punt raakte dat hij behoefte aan iets anders had, op zijn chaise-longue ging liggen en met de vodka begon, of de eterfles aan zijn neus zetten, want daar heb ik hem ettelijke keren van proberen af te halen op het moment dat ik dacht van, ja god, die jongen die moet ik helpen. Hè. Moest de avonden niet zo verknallen, morgen is die weer niks waard. Ik wist dat hij verdovende middelen gebruikte. En hij dronk een borrel, zwak van karakter. En we hebben wel eens op de Kloveniersburgwal op kantoor gezeten en een hele middag geprobeerd hem er vanaf te houden. Juist omdat hij zo begaafd was. Ik herinner me nog de woorden wat ik nog heb gezegd. Dat deze dentie, ik zei, dat moet er nog maar even tot het verleden behoren. Ik zei, zoals jij leeft, Hans, ik zei, daar kom je niet de goede kant uit. Hij heeft zich ook altijd aangetrokken tot figuren die snel opbranden. Zoals Georg Trakl, die dichter, weet je, die zo dol op was. Nou, die heeft het ook niet langer gemaakt dan 25, meen ik. En dan liep hij altijd met die dichtbundels op zak. Hij wilde dat dan ook helemaal naleven. Hij wilde graag opgaan in iets groots. Wir sind die Wanderer ohne Ziele. Die Wolken, die der Wind verweht. Die Blumen, zitternd in Todeskühle, die warten, bis man sie niedermäht. Nur dem, der das Glück verachtet, wird Erkenntnis. Ich habe die Boeken Trakl von ihm, aber die sind die Dingetjes, die hij in Salzburg gekocht heeft. Want das ist auch heel bijzonder. Datgene waar hij van hield, dichters, die, daarvan zocht hij de plaatsen op waar ze geleefd hadden. De origine? Ja, ook bijvoorbeeld Rimbaud. Hij is naar Charleville gegaan. Nou ja, Proust-dagen bij wijze van spreken. Nou, Proust is overdreven, dat laat ik dat niet zeggen. Maar Claude Debussy-dagen. Keurig met haartjes zo en dan heb ik een keurig pak. En dan kwam hij 2 dagen later tegen. En dan liep hij in vuile jeans en dan heb je ach, dan was dit weer af of zoiets. Erg identificatie. Ja. Maar tegelijkertijd, hij was erg intelligent hoor. Hij maakte zich niet echt iets wijs.
Een sereen bestaan zweeft hem voor de geest. 'S Ochtends vroeg opstaan en beginnen met werk. Contrapunt. Geluidloos voor de buren. Wandeling door het park, brood voor de eendjes. Koffie in het museum. 'S Middags 4 uur piano. 'S Avonds eindelijk de hele Proust lezen. Een klein pijpje hasjes en nog een ommetje. Als het zo gaat, moet het goed gaan. Daar ben ik eens een keertje met iemand hem een bezoek wezen brengen. Dus ik weet, die ruimte die heb ik toen gezien. Het was een beetje koude, betegelde vloer enzovoort. En dus die sfeer heb ik gezien, weet je wel, waar hij dan in huisde. Wat was het voor sfeer? Nou, een... ja, echt iemand op doorreis, weet je, die eigenlijk in een kille ruimte ligt. Weet je wel, dus diegene, nou, dat is niet zijn ruimte waar hij lekker zit, weet je wel. Daar, het is een soort wijkplaats eigenlijk. He? Het gaat niet over politiek, hè? Dat is het eigenlijk een beetje eigenaardig. Ik vind dat het over iets belangrijkers gaat. Ja, het gaat over mensen. Mensen die politiek moeten maken. Ja, dat is waar. Ik geef toe, als je dat bedoelt, denk ik een beetje dat je dat bedoelt. Je bent waarschijnlijk ook een oude anarchist. Dat politiek bedrijven wordt ook gedaan door mensen. En is ook de ene gekker en de ene andere beter dan de ander. Ik geef ook toe dat de revolutie in Cuba onder andere kon slagen omdat het een eiland was en omdat het een hele specifieke geografische situatie was. Maar ook omdat Fidel er zo uitzag als hij eruit zag. En ook omdat hij een fantastische baard had en ongeveer 2 meter langer dan alle andere Cubanen. Het gaat uiteindelijk over mensen. Ja. Maar je moet niet vergeten dat mensen op zichzelf wel ontzettend belangrijk en een voorwaarde zijn. Maar dat het toch essentieel is, niet dat ze dat zijn, maar dat ze iets doen, iets maken, wat voor andere mensen geldig is. Waarmee het dus universeel wordt, algemener wordt. Dat is essentieel. Wat kerels dus heel vaak doen is samen pissen. Hè? Dat is het mooiste dat er is. Hè? Uit het café komen en dan samen tegen de muur pissen of met z'n drieën of zo. Dat is altijd leuk, dus gezellig. En Hans, die plaatst altijd een opmerking als hij stond te pissen. Daar kon je op wachten. Daar kon je de klok op gelijk zetten. Stond te plassen. En dan citeerde hij altijd Keats of... maakt verder niet uit wie. Dat deed hij in het Engels of in het Frans of in het Nederlands. Er kwam altijd een citaat van Hans. En dat deed hij die avond ook. Toen greep hij me ineens beet. Toen zag hij iemand lopen die stuf had, of die daaraan kon komen. En toen was het ineens een ander mens. Totaal ander mens. Maar ik weet dat hij bijvoorbeeld een verschrikkelijke radicale hang had naar andere middelen nog. Andere middelen, er is nog veel meer, er is nog veel meer. Het eerste wat hij deed in zo'n huis, waar dus van alles kon je daar gaan doen. He? Het was een soort vrijbrief van iedereen gaat zijn gang. Dikwijls wist je aan het eind van de avond nog niet wie nou eigenlijk dat feest gaf. Je had er wel 100 mensen gezien. Iedereen deed of hij er woonde. En dan stoof Hans eerst eens naar de badkamer. Want in de badkamer was zo'n klein, medicijnkastje. En wat staat erin? Wat staat erin? Gretig keken ze over elkaar schouder. En er was Hans eentje die zei, wat zou het zijn? Laat ik eens proeven. Misschien krijg je er wel een kick van. En ik merk nog niks. Zal ik er nog maar eentje nemen? Weet je wel, zoiets. Zo lag het op dat niveau. En toen gingen we weg. En we waren weggegaan. We hadden een stuk gerookt. En we gaan de straat op. En het was dit weer, hè. Het was 's avonds laat. En toen liepen we over de Mauritskade. Liepen we naar huis, Mauritskade. En toen liepen we onder die bomen. En we stapten zo voort. Hè. En tegelijk, wam, wam, wam. En toen begon ik een ander geluid erbij te maken. Kts, kts, kts,
weet je wel. En toen begon Hans ook, kapoe, 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 weet je wel. En toen Tony ook, kata, kata, kata. En ik dacht, goh, Rhythm Man, lopen om die bomen, weet je wel. Die bomen die stonden daar ook, jongen, weet je. Die grote, duistere bomen, weet je wel. Fluisteren naar elkaar, weet je wel. Dat was prachtig, man. Ik heb zo'n beetje van 21 jaar bij die verdovende middelen gezeten, dacht ik, van 54, of omstreeks 54, 55 tot april afgelopen jaar. Ben ik erbij geweest. Dus ik heb eigenlijk de hele scene zien groeien. Ja. Ja. Ik heb het van de stik meegemaakt, het eerste marihuana-stikkie, dat we bij de fonobar stonden te hangen op de brug over de Herengracht. En dan zag je die rotjongetjes die dan, nou ja, rotjongetjes tussen aanhalingstekens, die moesten eigenlijk naar, en die meisjes, die moesten naar Schoevers toe. Maar die met grote tassen achterop, bij wijze van spreken. Maar gingen ze niet naar Schoevers om te leren, naar de avondschool. Nee, dan gingen ze in de fonobar en dan zag je ze daar met hoekjes staan. Sigaretje roken. Nou, en dan was het gauw die peuk grijpen. Nou, en dan had je weer een zaak. Sloeg de narcotica brigade weer toe. Dat roken op zich was natuurlijk al een ontzettend belangrijk iets toen voor iedereen. En je ook daardoor afscheiden van de groeggemeente. Ik geloof ook dat dat heel belangrijk was toen. Ik zocht kennelijk iets. Ik vluchtte uit dat huwelijk. En ik wou gewoon spanning, andere dingen. Maar ik hoorde er eigenlijk niet bij. Waarom niet? Omdat ik te square was voor ze. Ik was er toch een mevrouw en ik liep in te. Dus in die tijd was ik dan ook mannequin. Ik was een soort van rijke meid. Ik reed in een Fiat en groot huis op de Willemsparkweg. En het was toch. Ja, ik viel toch uit de toon. Dus ik kwam daar een keer op een avond binnen en toen lag er een of andere meid. Maar ook een van twee gasten uit Limburg, weet je wat ik al zei, hè, uit Brabant. Van een seminarium. En dat vond ik al een beetje raar. En die lagen te spuiten met needles, hè, naalden, weet je wel. Nou, dat vond ik toen. En nog steeds heb ik daar een afkeer van, weet je. Dus ik heb dat gewoon toen opgeruimd voor die gasten, hè. Je hebt nooit zelf wat gebruikt? Ja, maar niet. Geen spuiten heb ik nooit gedaan, spuiten. Heb ik, nooit, ik heb wel alles geprobeerd in die tijd. Dat is ook 16 jaar geleden. Dat doet iedereen volgens mij niet een beetje normaal is. Maar dan is het weer afgelopen, weet je wel. Je blijft niet bij stilstaan, je blijft niet, dus ik niet. Ach, de dingen zijn eigenlijk heel eenvoudig, weet je wel. Als je terugkijkt op de dingen, zijn ze heel simpel. Maar in het water ben ik gesprongen onder de invloed van LSD. In een gigantische dosis. Ja, zo gaat dat. Dan spring je in het water om af te koelen. Want het is vuurwerk, hè. Vuur is dat, hè. LSD is vuur, hè. En wat nog meer, dat weet ik niet, maar in ieder geval. Het is niet aan bevelenswaardig om daar zo mee om te springen, maar dat weet je natuurlijk. Dan moet je eerst even achterkomen. Wilde jonge Manfred de Graaf werd getemd door zijn vrouw Katrien. Dat hoopt ze. Maar was je wild? Ja. Ja. Hoe manifesteerde zich dat eigenlijk dan, Manfred? Je wil alles weten. Dat weet iedereen toch. Ik was ongemakkelijk. Voor mezelf en voor iedereen. En als ze niet dachten zoals ik, dan gaf ik iemand gewoon een klap voor zijn kop.
Maar het lullige is dat ik er spijt van heb. Dat moet je nooit hebben, eigenlijk. Ik was echt wild wel, ja. Ik deed eigenlijk alles wat in me opkwam. En die periode in de jaren 50 en zo, daar was veel meer mogelijkheid voor dat soort dingen. De tolerantie was veel groter. De wezenlijke agressie die nou overal is, die bestond, die was er wel natuurlijk, maar niet, dat was niet levensgevaarlijk. En dat is nu levensgevaarlijk geworden. Je mag nu niet meer zeggen hardop wat je wezenlijk vindt van dingen, want ze slaan je van achteren met een baarkruk op je kop. Dat is echt waar. En dat is jammer. Heb je veel op je sodomieten gehad? Ja, ja, heel erg veel, ja. Heel veel. Ik denk wel meer dan wie dan ook. Maar daar ben ik dus nu bang voor. Ik ga het nu uit de weg. Maar ik was toen nooit bang. Wat ga je nu uit de weg? Ik ga het uit de weg als ik merk dat een situatie uit de hand zou kunnen lopen. En dat mensen agressief worden tegen mij, dan zocht ik het vroeger op. Dan ging ik er lachend, ging ik erin, zoals het heet. En nu ga ik gewoon met een grote boog, loop ik weg. Ik ben totaal mijn lef, ben ik kwijt. Dat vind ik wel jammer, soms. Ik ben misschien wel laf geworden. Wat niet nagelaten heeft indruk op me te maken, is dat hij me vertelde dat zijn ouders gingen scheiden. En dat dus de boedel verdeeld werd. Ja. En dat die verdeling zo ver ging dat de slaapkamerkast met een zaag doormidden werd gezaagd. Hij vertelde me dat ook als een man die heel goed luistert naar klanken. Dus de manier waarop hij het woord zagen overbracht was versplinterd hout. Ik woonde op de Kosterkade nummer 40 bij mevrouw Ruig. Was er zo'n tuinhuisje. In ieder geval was de vader toen op de televisie van Strindberg. En dat was ontzettend aangrijpend, weet ik nog. Zo'n hele zwarte achtergrond. En die mensen, dat was Rie Gilhuis, die was die moeder. En hij speelde de vader, Ko van Dijk. Heel wit geschminkt. En heel strak, maar waardoor je die ondertoon, die haat-liefdeverhouding tussen die mensen en die ontzettend gemeen tegen elkaar konden zijn. Was zo aangrijpend. Dus wij zaten te kijken, weet ik nog, helemaal van de kaart. En ik weet wel dat Hans, toen het afgelopen was, zei, dan ga ik naar mijn huisje en dan ga ik me van kant maken. Dan heb ik dat gezien. Dan had hij het dus vaak wel van kant maken. Toen is hij op zijn bed gaan liggen. Toen weet ik wel dat later is iemand toen ook gaan kijken en zo. Want toen vonden we het toch een beetje eng, omdat hij het zo absoluut zei. Hij zei, ja, mensen lachen me er ook wel om uit en zo. Niemand neemt het serieus, maar je zou het wel eens een keer zien. Wat mijn onvergetelijke indruk van hem is dat ik het iemand vond, een kind, maar dan moet je niet verkeerd begrijpen wat ik nou bedoel, maar dat het als een kind was hij omringd door demonen. En die demonen die beheerste hij niet, maar die beheerste hem. En er was een voortdurend gevecht tussen hem en die demonen. Dus als mens was je daar eigenlijk altijd een soort toeschouwer. Je was eigenlijk een buitenstaander, want het ging tussen Hans en die demonen. En dat straalde die ook enorm uit. Ik zou bijna zeggen, een afschuwelijke magie. Door die ring, die betoverde, een ban van de ring, zou je kunnen zeggen, was het. En het is zo sterk geweest dat ik
op een nacht weggegaan ben en in de tuin ben gaan slapen. Omdat er iets van hem uitging. Hij sliep nota bene. Maar er ging iets van hem uit en ik weet ook wel, hij zei ook wel eens dat hij bang was dat hij eens iemand zou vermoorden. Maar terwijl, en er was niets van een sadisme of iets dergelijks in. Ik bedoel, het was absoluut niet iemand dat je kunt zeggen, nou ja, die viel me wel eens aan of die explodeerde. Dat was helemaal niet het geval, maar het was gewoon, die uitstraling was zo intens. Maar wat ik ervaarde als een soort vernietigingsdrang, maar wat weer van die demonen uitging, niet direct van hem. Op de gezichten van de mensen lees ik elk kwaad, hebzucht, wraak, verdriet zo duidelijk af dat ik soms zo beangstigd word dat ik een schuilplaats zou willen zoeken. Overal zie ik het duidelijk verval. Ik heb er zelf wel aan gedacht om zelfmoord te plegen. Door middel van een overdosis. Kun je nagaan hoe een scheidbak scheidend ik ben om die manier te kiezen. Weet je. Want bijvoorbeeld ophangen, of, ja, dat lijkt me veel spannender eigenlijk, hè, om dat te doen. Of je nou jezelf ophangt, dat is een hele andere doodstrijd dan bijvoorbeeld een shot heroïne nemen. Van 2 gram of zo. Ik heb wel eens bijvoorbeeld, maak ik echt een touwpak, ik een lust en die hing ik aan een hanenbal. Nam ik een shot en dan ging ik dan zitten kijken, weet je. En naar de touw wat er zo hing, weet je, met die lust erin. Nee, zover ben ik nog niet gegaan. Maar daarvoor had ik al een paar handenvol slaaptabletten opgegeten. En 4 trips genomen. En niet dat, dat weet ik niet allemaal meer hoor, maar dat is wat zo allemaal in mijn atelier is aangetroffen na afloop. Hè? En 4 of 5 liter sterke drank. En toen, ik denk dat ik toen pas na 3 dagen een vlaag van verstandsverbijstering heb gekregen. En toen ben ik zo het raam uitgegaan met een duik dwars door het glas heen op het Prinseneiland. Maar ik heb het wel overleefd. Je kijkt nu naar een medisch wonder, want de pletten gevallen, schedelbasisfractuur, alles. Nou, ik heb vanaf mijn... Elke puber, bij wijze van spreken, begint... Ik denk erover. Als je 12 jaar bent, denk je er vaak over. Nou, ik heb alle technieken eigenlijk al doorgenomen, mag ik wel zeggen. Het enige is dat ik het niet gedaan heb. Maar ik... Ik heb er heel veel mee te maken. Als je de sfeer eruit laat en de gedachten die het bij mij oproept vergeet, nou, dan speel je het anders. Dus het is meteen niks. Een beetje een paar noten, ja. Ja, maar ik zie het lichaam helemaal niet als zo'n belangrijke factor. Ik zie het niet als een afsluiting in die zin. Ik zie die operatie als een ander avontuur op een ander gebied. Dat is de enige manier waarop ik kan nemen dat het een avontuur is wat ik met een heleboel mensen deel. En waar ik dan, zoals een ander de oorlog in gaat, zeg, nou goed, nou ben ik aan de beurt, we zullen wel zien. Dus afsluiten doe ik het leven niet. En als ik nou terug moet denken aan intensiteit, ik leef nog intens.
daar is helemaal nergens verschil tussen mij met 7, mij met 18, mij met 38 of mij nu. Maar toen ik je vroeg hoe is het met je liefdeleven, niet wetende van je kankeroperatie, zei je nou dat is afgesloten. Ja, de liefdeleven is afgesloten omdat ik mij niet meer in staat acht om zelf verliefd te worden. Dat ik zoveel mensen interessant vind. En dat heeft zich verschoven, maar dat was al voor die tijd aan de gang. De belangstelling voor mensen is precies even groot. En ik vind vriendschappen, heb ik altijd belangrijk gevonden. Die zijn nog belangrijk. En om nou een verminkt lijf aan te bieden aan iemand waar ik op gesteld ben, nou, dan moet hij me wel erg soebatten. Dan wil ik het hem wel aanbieden ook. Hij had zichzelf gemeld. Hij was het bureau, Leidseplein. Als ik het goed heb binnenkomen wandelen, dat heb ik hem gehoord. En hij is gewoon de molen ingegaan. En nou ja, hij zal zijn veroordeling, geloof ik, gehad heeft hij daarvoor. En later zijn er stukken in de krant gekomen. Had. Nou, dat zou ik... dan moet ik het eens even in de plakselboeken opzoeken. Even kijken, hoor. Verslaafde tot half jaar. Nou, dat is natuurlijk 420 milligram hashis. En ik heb hier zelfs nog een fotootje van wat er in beslag genomen is. Lag niet, want het was maar zo'n knikkertje hasjes en een pijp. Maar de jongen wilde er vanaf. Het is waarschijnlijk een noodkreet geweest van hem, hè? Beste Rick, een cel is bij uitstek de plaats waar je jezelf niet kunt ontlopen. Nu ik het weet, kan ik alles weer overzien. De tijd gebruiken dat ik hier zit, om mijn vaste leefregels in te prenten. Zonder die zal het weer op de oude manier doorgaan en is deze tijd nutteloos geweest. En zal de tijd daarop nog nuttelozer worden. Als ik hier één goed verhaal schrijf, ben ik tevreden en kan mij niets meer gebeuren. Godverdomme, wat heb ik een spijt van die vervloekte stomme tijd die ik toen beging. Maar dan denk ik ook altijd meteen aan jou, dat jij een afschuwelijke tijd moet hebben gehad, maar dat je nooit ervan iets hebt laten merken. En dan vraag ik me af hoe dat mogelijk is en dat ik zelf onmogelijk zo flink had kunnen zijn. En dan denk ik dat ik nog heel wat van je zou kunnen leren. Maar dan weet ik dat ik toch nooit zal veranderen omdat ik Hans ben. Heb je hem daar ook nog bezocht? Dat kan ik me niet meer herinneren, maar dat is best mogelijk. Bij het Klein Gartmanplantsoen was hij daar in dat, heet dat ook weer? Daar? Huis van Bewaring. Beteringsgans, ja, daar ben je toen geweest. En, kan je dat niet meer herinneren? Nee, dat kan ik me niet herinneren. Ik heb het effect heb ik altijd van andere mensen heb ik moeten waarnemen. Ik heb ze gevraagd altijd van, zeg, vertel eens, hoe is dat, wat voor gevoel heb jij? En dan kun je dus, als de mensen dus vaak hetzelfde zeggen, hun ervaringen, dan moet je daaruit analyseren van, nou, dat zal dat effect wel zijn. Ik bedoel zelf, nee, dat vind ik een beetje griezelig nou. Of vind je het vervelend om het te zeggen? Ik vind het misschien wel vervelend om te zeggen. Maar heb je wel gewoond? Staat hij aan, hè? Hij staat aan natuurlijk, hè? Nou, ik heb het één keer geprobeerd. Maar voor mij was het iets verschrikkelijks. Ik vond het vies. Namelijk de smaak. Ik vond het enige effect wat er bij mij opleverde, dacht ik van, het waren warme enkels die ik ervan kreeg. Dat heeft me helemaal niets gedaan. Warme enkels. Ja, dat was mijn gevoel. Maar had u koude voeten? Was het winter? Weet ik niet. Ik weet het niet. Je wilt het wel eens een keer proberen, maar het is... Nee hoor. Toen is mijn dossier bij de heer Broers of ten Broers of zoiets. En het hoofdafdeling paspoorten.
En polycinaire zaken. Polycinaire. Ik heb ergens een brief van liggen staan. Buitenlandse zaken. Nou, en ik, ik ga naar die vent toe, hè, naar zijn adres. En portier, ik zeg meneer Broersen, ja, ga bellen. Nou, de telefoon, ja, meneer Broersen, oké, geef de telefoon aan mij, je moet weer praten, weet je. Nou, kon ik dus, was ik dus verlamd, hè. En dan kon ik niet praten, zoals nu, weet je wel. Er was een gebrek in, hè. Want de gezicht hing er al, ja. Alles, ja, dat is de halve land gewoon allemaal, weet je wel, hè. En dus ik was een beetje zenuwachtig, want er kwamen al het woorden uit mijn mond die helemaal niet bij... Ja, jongen. De gekste woorden, weet je wel. Weet je wel. En goed, dan vind ik die naam niet voor. Ik kwam eens kijken, mijn paspoort, hè? Ik moet naar Rome, weet je wel. Zit u, krijg je paspoort niet? Ik zeg, ja, waarom niet? Zit die, u rookt marihuana. En ik zei, nou, ik rook marihuana. Weet je wel, wat is daar nou voor een reden, weet je wel? Nou, dat was geen reden. Je krijgt niet, poemst, opgangen. Nou, joh. Maar ja, die kerel kreeg niet te spreken, hoor. Ik heb hem nooit gezien. Hij mij niet, weet je wel. Ik ben een keer... Wanneer kreeg je wel je paspoort? 9 jaar later. Ik weet nog dat hij uit de gevangenis kwam. Toen had ik een Triumph, zo'n open sportwagentje. Een gil hoor ik. En hij duikt. Er valt iets bovenop me. En dat bleek Hans te zijn. Ik was zo van het terrasje waar ik toevallig langs reed. Zo in die auto gedoken. Uit een soort vreugde. Liet ze zo erin vallen, weet je wel. En omhelsde me en zoende me. In november, ongeveer. Waar is die gemaakt? In een bar, in de Westminster bar in de Platielstraat. In Maastricht. Ja. Hij is daar, geloof ik. Hij is geloof ik met de gedachte erheen gegaan om... om wat in de trenten te gaan. Om een beetje uit die... het Amsterdamse wereldje. Om daar wel een beetje los te raken. Tenminste, dat vermoed ik zo. Ik geloof dat hij zich in die zin wel eens uitgelaten heeft. Ik had dus een gewone baan. Ik moest 's ochtends om 8:30 voor de klas met kindertjes staan. En de scene van Hans, dat was toch wel dat heel diep in de nacht drinken en grote verhalen vertellen. Ontzettend gezellig. Maar het sloot dus in dat opzicht helemaal niet aan. En ook, het was een heel ander mens dan ik tot nu toe, of tot die tijd, heb leren kennen. Het was inderdaad een hele nieuwe wereld. Ik wist van niets, al die verhalen die hij mij vertelde over heroïne, over zijn muziek, over toneel. En op een gegeven moment zat hij daar zonder liquide middelen en moest dus iets gaan doen. En heeft toen een baantje geaccepteerd als toneelmeester in de Schouwburg. En hij kreeg de gouden schurft overin, omdat hij zei... Wel, potverdomme, nu moet ik het knechtje gaan spelen voor de mensen met wie ik op het toneel gestaan heb... die goede vrienden van me zijn in Amsterdam. Krankzinnig. Het moet wel een daanpoeter geweest zijn. Had er niet veel zin meer in. Maar zag ook het humor. Zag je wel van hem. Moest wel om lachen. Maar heeft het geloof ik toen ik dat vervelende goed aan de botten gevoeld had, toen heeft hij er ook gewoon mee gekapt, geloof ik. Ik speelde de huisbewaarder in Maastricht. En ik wist niet eens dat hij in Maastricht zat. Dat wist ik helemaal niet. En ik ontmoette hem ineens achter het toneel in Maastricht. En ik had hem een tijd niet gezien, dus ik vond het leuk om te zien. Maar ik was bezig met die rol. En het was een belangrijke voorstelling, dus ik had gewoon te weinig tijd voor hem. He, ik had niet... Ik geloof dat ik er 1 avond gespeeld heb. En ik geloof dat ik dezelfde avond ben teruggereden naar Amsterdam. Ik ben daar niet gebleven, ja, dat weet ik zeker. En hij heeft me kwalijk genomen dat ik te weinig tijd voor hem uittrok. Die avond alleen maar. Het is de enige avond dat ik hem daar heb meegemaakt.
Toen Hans namelijk wegging uit Maastricht, ging hij alleen voor een weekendje naar Amsterdam om een... Hij ging met Worst mee om een huis te zoeken. We zouden gaan trouwen. En dus toen is hij weggebleven. Dat was afgesproken. Mm-hmm. Lieve Carrie, spijt me dat ik niet eerst even heb opgebeld. Ik moet er nu weer vandoor. Ik ga een biertje drinken en terug naar die grote slechte stad. Hoor er thuis. Floep. Hans. Dat zijn mijn coders. Waar zijn die nu? Bart zit in de bak. Sinds 22 september. Waarom? Harddrugs in huis. Nou, de reden is dat een vriendje van hem heeft uit Bangkok... aan hemzelf, maar op Bart's adres pakjes heroïne opgestuurd. En die zijn onderschept door de postale recherche. En Bart had al 3 maanden voorwaardelijk lopen. Ook voor een dergelijk iets. Althans, allemaal in die hoek. En Caroline? Heeft een verhouding. Al 2 jaar. Niet al te best. Is die hoek? Ze is nog erg jong. Ja, ook de hoek, ja. Van wat? Heroïne. Als je nou die foto's bekijkt, hoe zorgvuldig jullie geprobeerd hebben als ouders met zuigflessen, met ontzettend liefdevolle blikken, met de zorgzaamheid. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, ik was daar niet rijp voor. Dat kon ik helemaal niet. Ik wilde het wel ontzettend graag. Huisje, boompje, beestje, lekker geborgen, kindje maken. Echt heel bewust hebben we Caroline gemaakt. Nou, Henk was er dus niet rijp voor, maar ik ook zeker niet. Het zit een jaloezie en... Maar ja, jullie zijn... Op het absurde af. Nou, Henk en zijn alcohol en... Dronk hij veel? Ja, zeer. Zeer veel. En dat is gewoon wat voor mij toen dus al de deur dicht deed. Kun je nagaan hoe ontzettend onvolwassen ik was. Dat Henk een verhouding had, dat was voor mij iets. Toen was eigenlijk mijn hele huwelijk al kapot. Maar waarom? Je had toch zelf ook al een verhouding gehad met Nee, kind? Toen nog niet. Nee. Ja, dat was voor Henk. Maar huwelijk was voor mij zo heilig. En ik voelde me zo verkocht en verraaien dat... Nou, het proberen ging ook niet meer van harte. Ik bedoel, vanaf dat moment... Een jaar na Carolien's geboorte was dat. Dus toen waren we zo'n 3 jaar bij elkaar of zo. Geloofde ik er eigenlijk wel helemaal niet meer in. Het meest hilarische moment, toen lachten mijn moeder en ik lachten en keek ineens Hans aan. En Hans lachte ook, maar op een manier waarvan schrok. Wat ik niet kon plaatsen, waarom schrik ik nou? En later, veel later, toen dacht ik, ja, dat was het lachen van iemand die eigenlijk niets meer te lachen heeft. En die eigenlijk, ja, die eigenlijk al zijn laatste dagen loopt. Die het helemaal niet meer ziet.
Toen zag ik hem lopen in de Larissenstraat. En ik was zelf een beetje, gewoon ook door zwanger was en werk en dingen, gepreoccupeerd. Ik dacht, hé god, dan moet ik stoppen. Ik weet zeker dat Hans blij is als hij ons ziet. Weet ik zeker, dan gaan we een borrel drinken. Ik weet zeker dat hij dat machtig vindt. En dat ik toen niks tegen Ton zei. Dat we toen doorgereden. Nou, hebben we erg last van gehad. Hij was heel zenuwachtig. Heel erg aan het was dat je rookte en uit het raam kijken en trillen. En ik dacht eigenlijk, jongen, jij wilt geld lenen. Maar je weet de ouverturen niet te maken, hè? En ik gaf hem ook geen ouverturen, want ja, god, ik ben dus niet schatrijk. En, zeg het dan maar, hè? Dat is iets. Dat was in Amerika. Toen zag ik hem binnenkomen en ik zat daar. En toen dacht ik, goh, nee. Dat, ik ga er ook niet naartoe. Daar hoor ik niet meer bij. Ik voelde me echt zo'n burgertutje. Ik weet niet eens of ik al getrouwd was. Ik geloof nog niet. En nee. Toen ben ik ook niet naar hem toe gegaan. Waarom, weet ik niet. Er was een afstand. Ik dacht, laat het zo. Hoe zag hij eruit? Slecht. En hij had een groot litteken hier. En heel, ja, een beetje verlopen. Shall I warn you? God, ik had Hans al jaren gezien op het plein, overal en zo, maar ik kende hem verder niet. En ik geloof dat Tom Ratenland hem een keer meenam. Dan was hij vreselijk dronken geweest, was ontzettend vies en zijn overhemd was gescheurd en weet ik veel wat. Toen kwam Hans boven en vroeg of hij dan Ton vroeg voor hem of hij even douchen kon. En of misschien nog een soort van heel hemd van Henk te lenen was. Zo is het begonnen. Maar toen woonde ik wel op de zolderkamer. Waarom? Nou, omdat we toch al fix bezig waren om te scheiden. Al jarenlang, hè? En toen heb hij dat voorgesteld en heb ik hem ook later gezegd. Jongen, daar moet je vanaf blijven. Ik heb geen goede indruk van haar. Deze vrouw is getrouwd en er zijn zoveel meisjes en wat dan ook. Op jouw leeftijd moet je daar niet aan beginnen. Nou, Hans en ik, wij wonen dus samen op de Wilmsparkweg. En Henk die woonde bij Meri, bij zijn huidige vrouw. En op een gegeven moment begon Henk daar bezwaren tegen te maken. Van de alimentatie gaat niet door als je samen woont en bla bla bla. Daar was ik reuze bang voor. Want het zou dan het allerlaatste stukje zekerheid, zo ongeveer, was dan weg geweest. Want ik vond het toch al doodeng, die verantwoording van die kinderen en alles en alles. We woonden tegenover elkaar en dan kwam hij af en toe wel eens vertellen dat het, hoe te gek het allemaal was. Nou ja, dat is het oude liedje, dat kennen we allemaal wel. Hoe moeilijk het was en het permanent flippen op elkaar en niet op elkaar afgestemd zijn. En de eeuwige problematiek van man en vrouw. Eeuwig, is dat toch? We hadden afgesproken. En ik had die dag besloten om 2 weken ertussenuit te gaan. Om de relatie met hem ook te beëindigen? Ja, dat was dus al van, we hadden dus ruzies en Hans die woonde toen bij de ex-vrouw van Ton Ratenland. Chrisje Fouten. Chrisje Fouten, ja. En daar heeft hij een paar dagen gewoond. En op een gegeven moment hadden wij een afspraak gemaakt s'avonds. Ik was 2 dagen uit het ziekenhuis van een abortus van Hans. En toen vertelde ik hem dat ik wegging. Deze mooie oude stad, deze mooie kleine stad, waar je iedereen kent en waar iedereen jou kent en waar alle mensen vriendelijk zijn en elkaar helpen, elkaar te eten geven en geld lenen, maar waar je reddelozer kunt ondergaan dan in Londen of Parijs. Elke straat is een merkteken en een herinnering. Achter alle ramen heb ik geslapen, achter sommige kinderen gemaakt. Waar kan men in deze stad genezing zoeken? De ziekenhuizen zijn gevuld met vrienden en bekenden die aan hetzelfde lijden.
Iedereen was bezig. En ik weet, het was een eindefeest. Maar het was wat noem je bezig? Nou ja, begrijp je? Laat ik zeggen, ik ben bezig. Ik bedoel, ik praat met jou. Ik ben dus bezig. Of ik vrij. Of ik, begrijp ik? Iedereen was enorm dynamisch. En hij komt binnen van een volkomen... Hij is, nou ja, op zijn... stil. Mind. En ik stripte, maar ik hield wel mijn onderbroekje aan. Zo'n trut was ik. Ik vond dat al heel, heel wat. En terwijl ik daarmee bezig was en in dat laken aan het rondhuppelen was... en quasi daar mee in de weer was... zag ik ineens die jongen staan. Die was binnengekomen. En die stond daarna te kijken. Op die 12e april. En op de manier waarop hij naar ons keek... kreeg ik ineens het gevoel dat wij zo'n stelletje zakken waren. Zulke onbenullige, oppervlakkige, ongelukkige wezens bij elkaar. Het was ook meteen afgelopen. Ik trok ook meteen mijn kleren aan. Je kent het wel. Iemand kijkt naar je en je krijgt een afknappen. Toen dacht ik, nu je er dan toch bent op dit feest, ga ik eens met je praten. Ik had daar een kamertje van 7 bij 4 meter met een nis voor het bed. En nou, er stond verder niks, kon er ook niet staan. Dus zaten een stel op het bed en een stel op de grond. Keukentje van 2 bij 1 meter en dat was alles. En ik zei, je zit verschrikkelijk in de knoop en nou ja, dat soort platitudes. En op een gegeven moment zei ik, weet je wat jij eens moet doen? Je moet je maar eens gewoon... Want je zei dan van die chockerende dingen. Je moet je eens gewoon laten naaien door een truckdriver, jongen. Daar knap je verschrikkelijk van op. En zo. En toen zei hij, daar zou jij dan wel alles van weten. En af en zo, over en weer. Het was een soort pingpongen met een met kruid geladen pingpongballetje. Hè? Het was heel spannend. Het was ook heel, echt heel erotisch. En als dan zo iemand komt op een avond, dan heb je, oh, is dat nou Hans van Zweden? Nou, leuke jongen, gezellig, fijn praten, filosoferen over alles. En daar komt dus mijn homofiele kant. Ik heb toen die armen om die nek heen geslagen en ik heb hem op de mond gezoend. En dat vond hij niet onprettig, want er is een kleine vrijerij ontstaan... die hij op een gegeven moment weer heeft afgebroken. Hij zei iets van, en nu ga ik weg en nu wil ik er helemaal niets meer mee te maken hebben. En het is allemaal altijd hetzelfde. En, enfin, en ik had iets van, ach, blijf, jongen, doe niet zo lullig en blijf nou. En waarom zou je weggaan enzovoorts. Nou ja, ik had gewoon, hoe zou ik dat simpel uitdrukken? Ik had zin in hem gekregen, ja. Met grootste gedeelte. Er kwamen al de nieuwe mensen bij ook. En waar die dan vandaan komen, dat weet je niet. En waarom, weet je ook niet. Hoe dat ineens, maar dat komt toen. Toen zei ik, dan ga ik met je mee. Dat wou hij niet hebben. Dat heeft even geduurd, dat wel, niet, nee, 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 ik mocht niet mee, hij ging weg. Ik dacht met nog een paar mensen, maar ik had ook iets van, ach, nou, sodemieter dan ook maar op en zo. En ging rustig verder door, stortte me weer, nog gefrustreerder in het feest. En toen we daar een tijdje mee bezig waren, was hij ineens weer terug. En logisch dat je dan denkt, haha, waar komt die jongen voor terug? Ik heb een impact gehad, hè. Dat ligt aan mij. En toen hebben we nog even gepraat. En toen zei hij, ja, hij wist zelf ook niet eens waar hij voor teruggekomen was. En toen zei ik, nou, dan ga ik nu met je mee. Als je nu weggaat, ga ik met je mee. Waar ook naartoe, kan me niet schelen. En we zijn het hele Leidseplein overgelopen, dat toen nog heel anders was. Het Leidse Bosje en zo. En het was echt een beetje... Ja, een beetje filmisch was het. Ik was een beetje high. Ik had het gevoel dat ik een beetje zweefde. En we waren nogal lijfelijk. We hielden elkaar vast. En toen begon hij te zeggen van... je kan niet mee. Want wat ik vanavond ga doen, dat is iets wat, wat ik straks ga doen. Dat is finaal. Ik maak er een eind aan. Ah, heb je dan, hè? Natuurlijk, dan maken we er toch samen een eind aan en zo. Ik gooi het over een beetje over de vrolijke toer. En hij zei,
verschillende keren, terwijl we daar liepen. Ik maak er een eind aan, ik schiet me voor mijn kop. Nou, vannacht maak ik er een eind aan en zo. En toen zei ik, nou, ja, op een gegeven moment ging ik zeggen, doe het nou niet, jongen. Ik begon paniek te voelen. Hij ging resoluut ineens doorlopen. En ik rende erachteraan alsmaar. En stond er weer stil. En riep dan van, je moet het niet doen. Ik heb zelfs nog gezegd, zal ik ze ringen voor je plukken of zo? Want er stonden ze ringen in bloei. En toen heeft hij zich echt heel erg robuust omgedraaid en heeft me werkelijk van zich afgestoten. En toen ben ik teruggegaan naar dat feest. Hij is doorgelopen. S'nachts, toen ik in bed lag, hoorde ik lawaai naast de slaapkamer. En toen zat Hans midden in het grote atelier op de grond met het jachtgeweer van Henk. En dat mijn eerste reactie was van, dan moet je met je handen van afblijven, dat is van Henk. En het was ook Henk zijn werkafdeling, daar kwamen we normaal ook niet. En toen kwam hij overeind, omdat hij schrok, omdat ik vanuit de hal tegen hem sprak. En toen draaide hij zich, kwam hij overeind, kwam naar mij toe. En heel krachtig duwde hij me gewoon naar de slaapkamer en gaf me een set, hup het bed op. En liep toen terug. Toen ik hem bezig zag, heeft hij kennelijk de patronen erin gestopt. En ik lag te huilen op mijn bed. En opeens hoor ik boem. Dus de grote knal. En toen werd ik eigenlijk, mijn reactie was van kwaad. Van ja, je probeert mij uit mijn tent te lokken. Want ik had de deur dus aan de binnenkant dicht gedaan. Misschien toch ergens een angst, ik weet het niet. En toen werd ik panisch van angst. Toen heb ik de politie opgebeld. Mijn eigen sleutel hoorde ik ze de trap opkomen. En toen durfde ik pas mijn kamer uit. En zij zijn eerst naar binnen gegaan. Ja. Daar lag Hans, midden in de kamer. Kreunend. Maar niet meer bij bewustzijn. Met een groot gat hier. Ik heb tot die dag gedacht dat het liefde was dat ik zocht. Maar toen ik in de verste kamers van de droom doordrong, heb ik gevonden dat het geen liefde was. Toch een grotere werkelijkheid. Het was de dood. Het zacht gevoel van sterven. Dat al het andere overbodig maakt. Die werkkamer, dat is een soort L-vorm. En er stond aan de linkerkant stonden een tekenbord. Hij heeft voor het tekenbord gestaan en heeft het geweer, het jachtgeweer, dus hier in zijn zij gezet en heeft zo met zijn rechterhand op de trekker gedrukt. Want hier zat het gaatje. Een bloedwond aan zijn overhemd. Hij is toen achterover gevallen. En toen is het jachtgeweer, dat is zodanig over zijn lichaam gevallen dat de kolf naast zijn dijbeen lag en de loop in de richting van het raam. Zo hebben ze hem aangetroffen. En als je nu het jachtgeweer neemt, ik heb het dus bij mezelf geprobeerd. Hè, als je het jachtgeweer in je zij zet,
dan kan je precies met uit de loop vasthoudt, kan je precies met je hand de trekker overhalen. Ik vind het alleszins de moeite waard om, om toch maar door te gaan. Ik heb ontzettend goede ervaringen. Ik heb hele afschuwelijke ervaringen. Maar ik ben ontzettend blij dat ik ze heb. Ik ben er. Ik vind eigenlijk zo'n hele begraafplaats, dat, ja, ik moet zeggen, ik vind het iets lachwekkends, vind ik het hebben. Totaal, niemand weet er raad mee, hè, met dood en zo. Het is onmacht. Totale onmacht. Wat mij betreft, als ik dood ben, dan mag het met de vuilnisman mee of zo. Het is onbelangrijk. Het is allemaal vastgelegd, wat er allemaal op die stenen staat, hè. Het is werkelijk, het is fantastisch. Wat geweldig, hè? Speciaal voor iedereen.